Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook de mensen die vanuit een andere plaats dit verhoor volgen. Laat mij u allereerst ook berichten dat mevrouw Vos wegens dringende familieomstandigheden niet aanwezig kan zijn bij dit verhoor. En met deze mededeling vraag ik de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Veeman, u wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Veeman, u werd in 2002 president-directeur bij de NS. U trad aan in een roerige tijd. In januari 2002 was uw voorganger opgestapt, president-directeur Huizinga en collega Lantin, en de voltallige raad van commissarissen. Nadat een half jaar een interim directie had gezeten, nam u in november 2002 de leiding over van de Nederlandse spoorwegen. En dat heeft u zo'n 7 jaar gedaan. In die periode speelden de HSL-concessie en het vervoer over de hoge snelheidslijn naar het zuiden. En in dit verhoor zullen we met name daarop ingaan. Wij zullen u diverse vragen stellen over de financiële situatie en de financiële vooruitzichten van High Speed Alliance, het bedrijf dat de verantwoordelijkheid had genomen om het vervoer tot stand te brengen. Wij verhoren u over het memorandum van overeenstemming dat u in 2008 gesloten heeft met de staat. Wij verhoren u over de materieelbestelling van de VIRA en over de relatie tussen de NS en de staat. Dit verhoor zal worden gevoerd met name door de heer Elias en door de heer Van Gerven. En de heer Van Gerven is ook degene die de eerste vragen aan u zal stellen. Meneer Veeman, u nam medio 2002 nam u het roer over in een voor NS toch wel erg roerige periode die geweest was, zeg maar tussen 1998 en 2002. En u nam het roer over van interim president-directeur Noordzijn. Wat voor organisatie trof u aan? Een organisatie die nog heel erg bezig was met alle vraagstukken die zich daar rondom de start van de HSA. Maar ook vooral een organisatie die heel druk bezig was met de naweeën van het rondje om de kerk, de onrust die er aanwezig was. En dat was ook een van mijn opdrachten om te zorgen dat daar rust terug zou keren. En ook een organisatie die in zijn kosten en baten niet in balans was. Met andere woorden,
Er waren 4 van de 5 bedrijfsonderdelen die verlieslatend waren. En dat was tegelijkertijd een deel van mijn opdracht om te zorgen dat we daar weer uit de verliezen zouden komen. En u zegt een onrustige organisatie, dus niet helemaal stabiel. En u zei 4 verlieslatende onderdelen. Welke waren dat? Zeg maar, alle activiteiten van NS, behalve zeg maar, het stationsdeel, schreven rode cijfers. Dus ook het nationaal vervoer, zeg maar, het hoofdrailnet, schreef ook rode cijfers. Zat daar ook al bij de, zeg maar, de hoge snelheidslijnconcessie? Nee. Of had u daar, daar komen we natuurlijk uiteraard nog over te spreken, maar daar had u nog niet direct een oordeel over. Dat zat niet bij die 4 verlieslatende onderdelen. Nee. Nog even, wat was concreet uw opdracht? Ten eerste, zoals ik u net zei, zorgen dat er rust in de organisatie kwam. U herinnert zich ongetwijfeld dat we uit die roerige periode kwamen rondom de kerk. Een directie die gehalveerd was, een raad van commissarissen die geheel vernieuwd was. En de opdracht aan mij was in ieder geval ervoor te zorgen dat er in de organisatie rust zou weerkeren. En vooral was mijn taak, want we hadden specifieke directietaken om te zorgen dat het vervoer over het hoofdrailnet, dat daar de rust in ieder geval zou weerkeren. En ook tegelijkertijd herstel van het rendement wat nodig is voor continuïteit. U had het over rust, zeg maar, binnen de organisatie. Maar gold het ook rust, zeg maar, richting het ministerie? Uit die periode is in ieder geval duidelijk geworden dat er een gespannen verhouding was tussen het ministerie en de onderneming met al zijn onderdelen. En tegelijkertijd was de rust intern vooral richting onze eigen medewerkers, vakverenigingen en het management, omdat daar, u kunt zich voorstellen, na alles wat er gebeurd was, ook het nodige te doen was. En u herinnert zich ongetwijfeld ook het groot aantal stakingen wat er was. En dat was dus een van mijn belangrijke taken om te zorgen dat dat in ieder geval niet weer zou gebeuren. Met het ministerie een gespannen verhouding. Daarbij uiteraard ook weer dezelfde aspecten die daar een rol gespeeld hadden. Het ontslag van de directie voor de helft en het aftreden van de Raad van Commissarissen heeft natuurlijk ook zijn sporen nagelaten, ook in de relatie met het departement. Maar had u ook concrete opdracht om, zeg maar, de spanning die er met het departement bestond, om daar wat aan te doen? Dat is niet een opdracht die mij gegeven is, maar hoorde uiteraard wel bij mijn eigen taakopvatting. Dus voor het, de portefeuille waarvoor ik de verantwoordelijkheid nam. Dat wil zeggen alles wat op het binnenlands vervoer betrekking had. Maar ook de relatie met ProRail in de situatie dat de scheiding tussen de vervoerder, NSR en ProRail, ook nog heel vers was. Ook daar moest er vooral gezorgd worden dat we elkaar beter begrepen. En u kunt zich ook voorstellen dat ook naar het departement toe we daar gesprekken gevoerd hebben. Op welke manier kunnen we de verhoudingen in ieder geval normaliseren? En dat was niet zozeer de opdracht die ik van iemand meekreeg, maar die ik mezelf gegeven heb. Die taak had u zichzelf gesteld nadat u die gespannen verhouding had geconstateerd. Ja. Hoe keken we aan tegen de hoge snelheidslijn, zeg maar, dat dossier? En ook in het bijzonder tegen de concessieovereenkomst tussen HSA en de staat? Ja, misschien goed om eerst nog even toelichting te geven over de rol en de taken. Ik noemde u al dat mijn hoofdtaak was het binnenlands vervoer over het hoofdrailnet en de verhoudingen met ProRail. En langs die lijnen uiteraard dan ook de verhouding in de richting van het departement. Maar uiteraard in de totale portefeuille zat ook de hoge snelheidslijn die op dat moment aanbesteed was. En waar nog van alles moest gebeuren. Waar ongetwijfeld nog verder over gesproken wordt als het gaat over het opstarten van een aantal activiteiten. En het afmaken van een aantal elementen die nog lagen in die concessieovereenkomst. Ja. Wanneer... Ja, u zegt er waren nog een aantal zaken niet klaar, maar u had natuurlijk ook wel een bepaalde
beleving daarbij. Hoe keek u aan tegen de business case? Tegen het financieel ondernemingsplan van HASA? Maar een heel klein stapje terug. U had het over midden 2002 dat ik hier aan begon. Ik mocht deze taak op me nemen in november 2002. En op dat moment waren er ook al allerlei discussies geweest over het contract, de concessie. En ik heb in ieder geval die taak opgepakt als medeverantwoordelijk voor het geheel. Dat er een getekend contract was, dat die van allerlei kanttekeningen was voorzien. Dat ik me realiseerde dat dat een buitengewoon gestretchte business case was. Waarbij we alle zeilen moesten bijzetten om te zorgen dat we daar uitkwamen. Maar wel met de beleving, er is een contract en we gaan met elkaar zorgen dat we dat in dat contract zorgen dat het op gang komt. Ja, en wanneer kreeg je nou signalen dat die financiële vooruitzichten zeg maar, voor HASA niet zo gunstig waren? Op het moment dat ik aantrad, was inmiddels al bekend dat de aanleg van de hoge snelheidslijn inmiddels al 6 maanden vertraagd was. En dan is het niet zo moeilijk om onmiddellijk te constateren dat als zoiets vertraagt, dat je tegelijkertijd ook heel goed moet kijken of je eigen business case nog overeind blijft staan. Dus dat is in diezelfde periode begon dat al te wringen. Plus dat er nog een groot aantal onbekende elementen of niet opgeloste elementen waren in de relatie. Daar komen we uiteraard nog over te spreken. Maar we kunnen constateren dat in november 2002 u al verontrustende signalen kreeg. Niet zozeer dat ik verontrustende signalen kreeg, maar dat ik me realiseerde dat er alle hens aan dek was om te zorgen dat we hier goed uit konden komen. En wat was uw plan van aanpak voor HASA? Het plan van aanpak van HASA was primair belegd bij de stuurgroep HASA. Nee, maar ik vraag, wat was uw betrokkenheid? Wat was uw plan bij dat? Wat was uw plan van aanpak? Ik probeer in ieder geval uit te leggen dat. En vanuit uw positie, zeg maar, als opperbaas. Ik begrijp dat u niet primair verantwoordelijk was, dat het bij een ander directielid belegd was. Correct. Maar wij vragen u naar uw persoonlijke inzet op dat moment en uw betrokkenheid bij dat plan van aanpak. Ja, vooral daar waar vanuit de taken die ik had, om te zorgen dat de verbindingen die daar gelegd konden worden naar het departement, dat ik die in ieder geval meegenomen heb. En dat ging dan vooral over de relatie met de infrastructuur. Want dat viel vanwege het feit dat ik de relatie met ProRail in mijn portefeuille had. Was dat een van de punten waar ik in ieder geval de gesprekken kon voeren. Maar ik heb niet een apart plan gemaakt voor HASA. Dat werd door HASA gemaakt en uitgevoerd. En u zocht vooral openingen richting het departement? Voor die vraagstukken die ook op mijn tafel lagen, om te zorgen dat die tot een goed einde gebracht werden. In welke mate voelde zich als directievoorzitter verantwoordelijk voor HASA? Ik beschreef u net de portefeuilleverdeling, waarbij de portefeuille HASA zowel bij de heer Meerstad als voorzitter van de stuurgroep als mijn collega Marcel Niggebruggen lagen. En tegelijkertijd zaten wij met z'n drieën in een directie waarbij natuurlijk ook allerlei gemeenschappelijke vraagstukken daar naar voren kwamen. En ik me ook in de rol verplaatst heb van aandeelhouder van HASA om de rollen ook zuiver te houden. En daarmee was ik niet verantwoordelijk voor de inhoud van de activiteiten. Maar ik voelde me uiteraard wel verantwoordelijk. Ja, voor de inhoud was Meerstad verantwoordelijk, voor het geld Niggebruggen. En u was natuurlijk een soort algemeen verantwoordelijke. Maar dat was echt op afstand als aandeelhouder. Wat moeten we ons daarbij voorstellen als aandeelhouder? Als er vraagstukken over de tafel komen van garantiekapitaal, als er investeringen gedaan moeten worden die ook de goedkeuring vereiste van de Raad van Commissarissen, dan kwamen ze, zoals dat dan te doen gebruikelijk is, van HASA naar de directie en van de directie naar de Raad van Commissarissen toe. En op dat moment ben je natuurlijk in de rol van aandeelhouder met de collega's daar direct bij betrokken. Met name als het ging over het garantiekapitaal en investeringen op te brengen
of waar dan de moedermaatschappij voor garant zou moeten staan, dan was u eigenlijk in charge, om het zo maar eens te zeggen. Ja, die rol. In het bijzondere was dat uw rol. Ja. Hoe woog u eigenlijk de financiële belangen van NS af tegen de belangen van de reiziger? Als u de hele NS neemt, dan is dat op zich een hele eenvoudige te verklaren. Uiteraard gaat het om de prestaties van de Nederlandse spoorwegen ten behoeve van al haar reizigers. Waarbij ik dan een bijzondere taak had voor dat binnenlandse vervoer via NSR. De grootste vervoerder overigens die in dat hele stelsel aanwezig is. En daarin zorgen dat we de prestaties voor de reizigers omhoog kregen. Want er was ook veel af te dingen op de prestaties die geleverd werden in die periode. Nou ja. Die ook aanleiding waren tot de wisseling van de directie. Ja. Dus mag ik zo zeggen dat vooral de focus lag wat u betreft op het binnenlands vervoer. En minder, als het gaat, want mijn vraag ging de financiële afwegingen versus het belang van de reiziger. Dat u minder de focus had hoe dat op de hoge snelheidslijn ging. Dat is correct. Dat is correct. Volgt ook uit de rol die, ik had. Daar stond u meer op afstand en dat lag concreet bij Meerstad. Ja. Goed. Dan wil ik met u naar een volgend element. En dat is de discussie rond de materieelbestelling. Kijk even of er nog vragen zijn. Ja, dan geef ik eerst het woord aan de heer Elias. Ja, twee hele kleine vraagjes als het mag. U was de baas bij Stork. Dat was een moeilijk bedrijf. Er moest goed op de centen worden gelet. Ook een roerige periode. Verklaart dat waarom u, ook al was dan die zogeheten business case, dat ondernemingsplan voor de HSA, lastig? Dat u zei, ja, vervelend, maar jullie moeten het maar op zien te lossen. Allereerst heb ik daarbij de instelling contract is contract. Wij zullen dus moeten leveren wat daar afgesproken is. En dat had niet zoveel te maken met het verschil in ondernemingen tussen Stork en Nederlandse Spoorwegen. Als wel dat ik een taakopvatting heb dat als je een contract gesloten hebt, dan moet je daar ook nog los van allerlei omstandigheden die erbij een rol spelen. Ja. Nou heeft minister Nederlandbos ons verteld dat kort na de ondertekening van dat contract, dat dan contract zou zijn in uw woorden, een batterij juristen door de NS was gestuurd, dat zij er voor de beleefdheid dan bij ging zitten, om dat contract weer te gaan heronderhandelen. Wat was dan het doel van de NS? Ik heb daar geen directe waarneming van dat er heronderhandeld werd of terugonderhandeld werd. Er is wel heel veel gesproken over afwijkende condities van dat contract wat we gesloten hadden, met uiteraard de vraag wie veroorzaakt de afwijking en op welke manier kunnen we daar een compensatie voor vinden. En tegelijkertijd had ik natuurlijk ook een algehele verantwoordelijkheid om het risicoprofiel van de hele onderneming te reduceren, inclusief uiteraard datgene wat binnen HSA afspeelde, dan vanuit de rol van aandeelhouder. Ik denk toch niet dat die juristen voor de gezelligheid naar dat departement gingen? Ik weet niet in welke periode dat was. Kort na de ondertekening van het contract? Toen was ik er nog niet. Want ik ben van november 2002. Oké, we komen over die kwestie nog wel terug. Dank u wel. Ja, de materieelbestelling. Daar wil ik met u daarover een aantal vragen stellen. Of aan u een aantal vragen stellen. En dan hebben we het over de periode 2004. Zeg maar net voordat we u het contract tekent met Ansaldo Breda. Want in 2004 neemt u contact op met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eigenlijk om de noodklok te luiden over de financiële situatie van HSA. En NS koppelt eigenlijk de financiële situatie van HSA, die koppelt dat eigenlijk aan de materieelbestelling. En NS zegt eigenlijk, luister eens, we kunnen eigenlijk geen of we moeten minder treinen bestellen, want eerst moeten een aantal oplossingen gevonden zijn voor HSA. Waarom wilde NS eigenlijk minder treinen kopen dan in de concessieovereenkomst was afgesproken? Of om de concessie uit te voeren? Ik denk allereerst dat u onderscheid zou kunnen maken tussen de periode 2004 en 2005. In 2004 ben ik gezamenlijk met de heer Meerstad met de minister van Verkeer en Waterstaat. Nee, maar ik onderbreek u even, meneer Veenman, want we willen het heel.
Want daar komen wij op terug. U heeft een gesprek gehad met minister Spijs en Zalm. En dat behandelen we later in het verhoor. Maar ik wil met u terug naar... u gaat, voordat u het contract ondertekent met Ansaldo Breda in mei 2004... neemt u contact op met het ministerie. En zegt, luister, wij willen over een aantal zaken spreken. Want wij kunnen zo eigenlijk geen treinen bestellen. We willen over een aantal zaken spreken en iets afspreken. Om tot een oplossing te komen. Kunt u daar eens op ingaan? Wat u toen gedaan heeft. Dan kom ik toch weer bij datgene wat ik net zei. Dat gesprek is gevoerd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Omdat daar een groot aantal onduidelijkheden nog waren of onbekenden waren. Ik roep in herinnering de dienstverlening. Op welke manier gaan we de diensten regelen? Veel discussie over de verbindingen Brussel-Breda. Brussel-Den Haag daarbij. Er was het vraagstuk van is er voldoende spoorcapaciteit? Allemaal afgezet tegen datgene wat in de concessieovereenkomst en de daaraan voorafgaande informatiedocumenten verschenen is. En die combinatie van al dat soort elementen heeft ons ertoe gebracht om te zeggen dit zijn allemaal omstandigheden waar overigens de concessie in voorziet. En die vraagt om een wijzigingsprocedure. En daarover ben ik toen gezamenlijk met de heer Meerstad en de minister van Verkeer en Waterstaat ook bij de minister van Financiën geweest. Ik onderbreek u, want dat is nadat u... Nee. Ja. Nee. U heeft nadat u het contract heeft gesloten met Ansaldo Breda, heeft u gesproken met ministers Peijs en Zalm? Of was dat voordat u het contract heeft gesloten? We hebben twee gesprekken geweest. Eén in 2004... En wanneer, in mijn herinnering in het midden van 2004. Ja, maar kunt u exact zijn? Want kijk, het contract is gesloten in mei met Ansaldo Breda. En ik wil van u weten, u heeft twee keer gesproken met de minister Spijs en Zalm. Ja. Tweemaal. Ja. Was dat eerste gesprek wat u met hen had, was dat na het sluiten van het contract? Nee, voor het... Ik neem even aan dat de datum van het contract correct is... In 2004 is dat gesprek geweest over de wijzigingsprocedure. In 2005 is het gesprek geweest over de financiële ontwikkelingen. Goed. U zegt, voordat het contract gesloten werd over het bestellen van de treinen, heb ik met minister Peijs en Zalm gesproken om de concessieovereenkomst te wijzigen. Want u zegt wijzigingsprocedure. Wat stelde u concreet voor? Conform de structuur van de concessieovereenkomst, waarin bepalingen opgenomen zijn, dat als er afwijkende condities zijn ten opzichte van de situatie van de tekening van de concessieovereenkomst. En dan gaat het over reistijden, perroncapaciteit, spoorcapaciteit, allerlei vraagstukken waar ook clausules voor opgenomen zijn, dat als zo'n situatie zich voordoet, dan leent zich dat ervoor om een wijzigingsprocedure in te gaan. En die wijzigingsprocedure is in dat eerste gesprek doorgesproken. Op welke manier gaan we die wijzigingsprocedure in? En ging dat ook over de hoogte van de concessievergoeding? Nee, dat ging niet over de hoogte van de vergoeding zelf. Nee, het ging niet over, laten we zeggen, die 148 miljoen... wat in de concessieovereenkomst was afgesproken. Maar het ging over andere praktische zaken. Zegt u. Ja, maar wel praktische zaken. Dat als die uiteindelijk leiden tot een aanpassing van de concessie, dan zal die ook een effect hebben op de concessievergoeding of op de claims die daaruit naar voren komen. Dus een indirect verband is er altijd. Indirect wel. Laten we heel concreet zijn. De tariefrestrictie. De discussie om de prijzen van de kaartjes te maximeren. Die heeft u in dat eerste gesprek niet aan de orde gesteld. Ik denk dat wij in dat gesprek een heleboel omstandigheden genoemd hebben. Niet alleen welke vraagstukken zijn er, maar ook in welke oplossingsrichting zou je kunnen denken. Nogmaals, dit was een gesprek om de procedure door te nemen van een wijzigingsvoorstel wat daar nog moest komen. Goed, nou leidt dat gesprek niet tot oplossingen. Dat klopt. Er is van de zijde van... Laten we zeggen, het departement vanuit de ministers zijn geen concrete stappen gezet richting NS. Nee, Eerste gesprek. Ik heb de indruk dat u effecten en bedoelingen van het tweede gesprek nu koppelt aan het eerste gesprek. Nee, het eerste gesprek was een,
een procesafspraak om te kijken hoe gaan we met elkaar een wijzigingsprocedure in. Ja, dat, oké. Goed, maar u heeft daarna, want u was de man die moest beslissen over hoeveel treinen we gaan bestellen bij Ansaldo Breda. Ja. Daar was u de eerst verantwoordelijke voor. Wat heeft u besloten? Wij hebben gezamenlijk overigens, dus dat HSA en de directie en vervolgens ook met onze Raad van Commissarissen, gelet op de risico's die wij op dat moment nog zagen, waarvoor die wijzigingsprocedure gestart zou moeten worden, dat er nog zoveel onduidelijkheden waren, dat wij, en dat reken ik ook op mijn taak, om te zorgen dat we het risicoprofiel in ieder geval niet zouden verhogen. En daarom hebben we toen gezegd, wij gaan nu voor een kleiner aantal treinen met de mogelijkheid om daarna door te gaan met een groter aantal treinen in de vorm van een optie. Op dat moment speelde ook nog het vraagstuk van zou je ook nog kunnen denken aan een ingroeimodel. Dan heb je ook bij de start wat minder treinen nodig. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een besluit waarbij we aan onze Raad van Commissarissen ook voorgesteld hebben. Twee varianten. Eén, de variant waarbij we niet tot een ingroei over zouden gaan. Dan moet je de meeste treinen bestellen. En daar waar er wel sprake is van een ingroeivariant. En dan zou je beginnen met een kleiner aantal en dan na verloop van tijd de overige treinen die onder de optie afgesproken waren, dan inroepen. Maar hoe kan het dat, laten we zeggen, je had een variant van 16 treinen plus 10. Dat was de oorspronkelijke opzet. Daar is ook op geboden door zowel Ansaldo Breda als Alstom. Die hebben daar een bod over uitgebracht. Dat ter 11e uren, zeg maar, dan hebben we het even over december 2003, dat is gewijzigd. U zegt dat was met medeweten of met instemming van HSA. Maar is het niet zo dat HSA een bod heeft op voorgesteld 16 plus 10 treinen? Correct dat voorstel er gelegen heeft, maar we hebben met elkaar als directie en later ook met onze Raad van Commissarissen de risico's, de onbekendheden afgewogen en geoordeeld dat het verstandiger was om dat in de vorm van een optie te doen en niet in één keer het grote aantal treinen te bestellen. Nee, maar de optie is teruggebracht. U had eerst een optie van 16 plus 10 en later werd de optie 12 plus 7. Ik roep daarbij ook in herinnering dat ik ook de straks zei dat er nog vele zaken onduidelijk waren, onder meer met onze Belgische collega's. Nee, maar ik begrijp dat u vanuit uw aandeelhoudersrol gezegd heeft, we brengen het aantal terug. Maar het gaat er mij even om dat HSA iets anders wilde en ook iets anders heeft besteld dan u feitelijk als aandeelhouder wilde. In twee fasen overigens weer wel, maar in de vorm van een optie om het risicoprofiel te verlagen. Ja, ja. En omdat we nog verdere duidelijkheid wilden krijgen over datgene wat tussen de landen Nederland en België afgesproken was met betrekking tot die bediening. Ik snap uw punt als aandeelhouder, maar we mogen toch concluderen dat u in de positie van aandeelhouder als het ware tegen HSA gezegd heeft van luister, we moeten er minder gaan bestellen, want laten we zeggen, in het kader van kostenbesparing, omdat het natuurlijk een uitdagende business case was. Ja. Dat klopt. Hè. Dan is er, zijn er 12 plus 7 besteld, en die optie op 7. En dan worden die beide opties voorgelegd aan zowel Alstom als Ansaldo Breda. En moeten we concluderen dat Alstom afhaakt. Wat wist u daarvan? Wij wisten op dat moment dat het aantal bieders betrekkelijk klein was geworden in de loop van de dag. U wist de twee bieders? U kende de namen? Wij hebben in de tenderprocedure de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om niet in de keuze terecht te komen. Die werd door het tenderteam gemaakt. Maar uiteraard wisten wij het aantal partijen wat ingeschreven had. Nee, maar u wist, laten we even november 2003 nemen. U wist op dat moment, er zijn er nog twee over. Maar u wist niet welke twee? Wij hebben op dat moment bij die besluitvorming van reductie wisten wij welke twee partijen daar ook op geboden hadden. Inclusief de vraag
voor een verlaging van het aantal treinen zoals die in de tenderprocedure lagen. Maar toen wist u, het gaat om Alstom en Ansaldo Breda. Ja. En u heeft en daardoor hebben kunnen zien dat Alstom is afgevallen. Dat klopt. Dat hebben wij geconstateerd, ja. alhoewel in, zeg maar, zoals ik dat uit die tenderprocedure begrepen heb, stond al de mogelijkheid voor het opties, een aantal opties optreinen. En ondanks dat heeft Alstom gemeend te moeten afhaken in deze bieding. Maar vond u niet dat dat, want er was al gevraagd om een definitief bod, een best en final offer in vaktermen, en dat daarna toch nog weer er een nieuw bod gevraagd wordt. Maar best een final offer bestond in mijn herinnering ook uit het hebben van een optie van meer of minder treinen waar partijen ook dus, op geboden hebben. Laten we zeggen, als, u zegt vanuit dat was binnen de regels van het contract, dat ook nadat gevraagd was naar een laatste definitief bod te doen, dat toch daarna nog de aantallen weer mochten worden gewijzigd. In het laatste, de vraag van het laatste bod, zoals ik dat begrepen heb in die tijd, zat de mogelijkheid van een optie om meer of minder treinen af te roepen. Dat was geen verrassing. Ja. Wist u dat een van de partijen dan zou afvallen als dat bod weer verder zou worden verlaagd? Nee, dat wist ik niet. Dat hebben we daarna uitgevonden. Ja. U denkt, dan krijgen we toch nog, houden we toch nog twee partijen over? Ja, daar gingen we vanuit, want dat zat ook in de voorwaarden. Okay. We moeten constateren dat dat niet gebeurd is. En kun je daarmee zeggen dat er toch, als het ware door uw handelwijze, uw beslissing, NS als het ware in de fuik van Ansaldo Breda is terechtgekomen? Nee, ik denk niet dat daar sprake van is. Het is bij herhaling de tweede partij, in dit geval Alstom, wist dat er de mogelijkheid was om een bod uit te brengen waarin kon wijzigen. Ik wil het toch weer even onderbreken. Natuurlijk had Alstom kunnen bieden. Ja. Dat is wat u wil zeggen, dat is duidelijk. Maar wij zeggen, Alstom heeft om haar moverende redenen, we hebben dan vanmorgen ook bij het verhoor het een en ander over kunnen horen, afgehaakt. Ja. En de facto bleef alleen Ansaldo Breda over door uw keuze, om minder treinen te bestellen. Nee, ik zie dat eerder als een besluit van Alstom. Dat is toch wat we kunnen constateren. Feitelijk heeft u gelijk dat er daarna nog één over was. Het gaat over de feitelijkheden. Elke partij had zijn eigen afwegingen. Maar we kunnen toch constateren dat doordat u in laatste instantie toch nog het aantal treinen heeft teruggebracht, dat eigenlijk alleen Ansaldo Breda overbleef om verder mee te onderhandelen. Zeker rond de overgangperiode 2002 of 2003, 2004. Feitelijk correct, maar de oorzaak lag niet zozeer bij HSA, maar de oorzaak lag bij Alstom, die besloten heeft om niet mee te gaan met datgene wat eerder al in de tender besloten lag. Dus het is hun keus geweest. Zeker, maar ik constateer dat doordat het aantal treinen dat verlaagd is wat besteld werd, dat uiteindelijk alleen Ansaldo Breda daar nog weer een bod op heeft gedaan. Ja. Goed. Kijk even naar de voorzitter. Meneer Veeman, wij hebben een verhoor gehad met de heer Dupken, de eerste directeur van HSA. En die heeft duidelijk gemaakt dat gelet op het totaal aantal eisen dat werd gesteld aan het materieel, het al heel ingewikkeld was voor de industrie om een goed aanbod te doen. Maar toen de NS besloot het aantal nog te reduceren, ervaarde hij dat als een fuik waar nog een touw omheen werd getrokken. U presenteert het vandaag, verhalend, en ik wil dat even zeggen, expres verhalen, want ik wil eigenlijk graag dat u wat strakker antwoord geeft op de vraag. En daarom wijs ik u daar even op. Ik wil daar een wat strakker antwoord op. Dat het eigenlijk allemaal in goed overleg was en er was wat discussie over en de aantallen moesten naar beneden en ze hadden het kunnen doen. Hoe duidt u dan de vrij duidelijke uitspraak van de heer Dupken dat hij het ervoer als een fuik met een touw erom? Die ervaring heb ik in ieder geval daar niet uit. En ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn. Om risico te reduceren vanwege een groot aantal onzekerheden is er een besluit gevallen om met een minder aantal treinen te beginnen. Dat viel binnen de aanbiedingsnormen
Alstom heeft besloten om niet meer mee te doen, dan blijft er één over. En als de heer Dupke dat ervaart als een fuik, dan zijn dat zijn woorden. Hebben jullie daar contact over gehad, dat het een enorm ingewikkelde opdracht was voor de industrie? Dat hebben we vanochtend geïllustreerd gekregen. En dat het dus om een heel gering aantal ging, waar een enorme investering voor nodig was, een heel nieuw type trein. En dat dan vervolgens dat al heel lastig is voor 26 treinen. Siemens die gaat niet eens onder de 26 een aanbieding doen. En vervolgens is het al zo weinig, met zo'n opgave, daar zit een nieuwe directeur en die moet dat doen. En vervolgens krijgt hij daar nog een opdracht bij, namelijk we reduceren het aantal. Heeft u het daar dan helemaal niet over gehad? Wij reduceren het aantal bij de start. Er is nooit de bedoeling geweest om het aantal definitief te reduceren. En die optiemogelijkheid zat in de tendervoorwaarden. Ik vraag u of u het daarover heeft gehad, meneer Veenman. Er is een gemeenschappelijke discussie geweest bij de vraag van goedkeuring voor investeringen naar onze raad van commissarissen. Waarbij datgene wat hier besproken wordt, gezamenlijk, HASA, directie, stuurgroep, directie van NS naar commissarissen gegaan is. En daar hebben we het dus over gehad. U heeft het over gehad dat HSA op dat moment al een final offer heeft gevraagd aan een industrie die al miljoenen heeft uitgegeven om een goed aanbod te doen. Die al is geïllustreerd 1100 vragen hebben beantwoord om aan te kunnen voldoen dat ze met een goed aanbod komen. En ineens komt dus de reductie van het aantal. En u heeft het daarover gehad. Kunt u iets meer kleuring geven aan dat gesprek? Hoe is dat gegaan? Want uiteraard, zoveel jaar later wordt het nog ervaren als een fuik met een touw erom. Op dat moment denk ik dat er begrip was voor het feit dat we vanuit de aandeelhouderspositie het risico wilden reduceren. Nogmaals, er stonden nogal wat vraagstukken open. En de HSA-directie is zich daarvan bewust geweest. En gezamenlijk met stuurgroep en directie van NS is dat besluit genomen. En zo hebben we het ook voorgelegd aan onze Raad van Commissarissen. En gevraagd om goedkeuring op die investering. Oké, helder. Hier. Hij gaat verder. Oh, goed zo. Prima. Vervolgt u uw vraagstelling. Nog even over de aantallen. Kon met het beperkt aantal treinen wat besteld was, de concessieovereenkomst worden uitgevoerd? Als er duidelijkheid zou zijn over de bediening Brussel-Breda en over Brussel-Den Haag, en je zou gebruik maken van die opties die afgesproken waren, dan is het antwoord ja, onder voorwaarde dat onze Belgische collega's ook de treinen zouden bestellen. U zegt wat was afgesproken in de concessieovereenkomst. Alle treinen die daar, alle ritten die gereden zouden worden, zeg maar van Den Haag, Breda, Brussel en zeg maar van Amsterdam, Breda naar Brussel, die zouden allemaal uitgevoerd kunnen worden met die 12 treinen plus een optie van 7. Ja. Hoe kan het dan dat u spreekt over een langzamer ingroeipad dan in de concessieovereenkomst was overeengekomen? De concessieovereenkomst heeft in mijn herinnering ook altijd de mogelijkheid gehad om een ingroeipad te doen. Dat je niet met de volle dienstregeling begint. Daar is overigens later... Zeker, maar als ik u mag onderbreken. Is het ingroeipad niet verlengd? En daarom zijn de opties gelicht, om het zo te zeggen. En zijn de overige treinen ook besteld. Zegt u nu dat de ingroeiperiode niet is verlengd? Nee, niet verlengd. We hebben gekeken naar de mogelijkheid van een ingroei, dat je met minder treinen begint. En uiteindelijk is dat er niet uitgekomen. En zijn we gewoon met de opties verder gegaan en hebben we dus de volledige vloot besteld. Nogmaals met uitzondering van datgene wat vanuit België besteld zou moeten worden. Maar dat vind ik toch vreemd. U komt eerst tot de conclusie, wij moeten treinen bestellen om de concessieovereenkomst uit te voeren. En dan hebben we 16 plus een optie van 10. En goed, u zegt van ja, het ministerie ging niet akkoord. U moet gewoon die concessieovereenkomst uitvoeren. En dat kunt u dan ineens met 12 treinen plus een optie van 7.
Op dat moment hebben we natuurlijk nog niet de duidelijkheid die er moest, nog moest komen over de bediening Breda-Brussel en Brussel-Den Haag. Dus we hebben het over de dienstregeling. Maar mogen dan, dan hebben we het alleen over de dienstregeling Amsterdam-Brussel. En niet over de dienstregeling Den Haag-Breda-Brussel. Ja. Die treinen heeft u toen niet besteld. En dat is de reden... Ook onze Belgische collega's niet. Ja. En dat is de reden dat u teruggegaan bent van 16 plus 10 naar 12 plus 7. In mijn herinnering was dat voldoende om die basisdienstverlening te kunnen doen. Goed, dan ga ik met u over naar het gesprek met minister Peijs en minister Zalm. En dan heb ik het over juli 2004. Dat was het tweede gesprek. Dat is het eerste gesprek? Dat is het eerste gesprek. Dat is het eerste gesprek. In 2005 is in mijn herinnering het tweede gesprek. Maar dan begrijp ik het niet. U heeft zojuist gezegd, het eerste gesprek met Peijs en Zalm is geweest voor ondertekening van het contract. Het contract is getekend in mei 2004. En nu zegt u, nee, het eerste gesprek is in juli 2004. Hoe zit het nou? Nee, juli, nogmaals, in mijn idee is in juli 2004 het eerste gesprek geweest. En ergens in de loop van 2005, dat zal ook rond de zomer geweest zijn, is het tweede gesprek geweest. Dus het eerste gesprek geweest, met name rondom een procesafspraak. Hoe gaan wij de wijzigingsprocedure met elkaar opstarten? Wat is daar allemaal voor nodig? Maar meneer Veenman, u zegt zojuist, het eerste gesprek wat ik met minister Peijs heb gehad en minister Zalm, dat is geweest voordat wij het contract tekenden met Ansaldo Breda. Dat klopt toch? Dan heb ik die twee door elkaar gehaald. Dus dat klopt niet? Dat spijt me, nee, want we hebben in juli is dat eerste gesprek geweest over de wijzigingsprocedure. Maar u heeft voordat het contract getekend had, toch wel contact gehad met het ministerie? Ik heb daar geen direct contact over gehad. In mijn herinnering... Wij hebben stukken dat u in april, zeg maar dus voordat het contract getekend is, wel contact heeft gehad met het ministerie, dat u die uitvoerig heeft gesproken. Kennelijk niet in een persoonlijk gesprek, want dat was maar dat u met het ministerie uitvoerig heeft gesproken over de slechte financiële situatie waarin HSA op dat moment al verkeerde, althans wat de vooruitzichten waren. In mijn beleving was dat 2005, 2004. Het eerste gesprek wat geweest is, ging over de nog openstaande vraagstukken in relatie tot de concessie. Maar heeft u in april 2004, heeft u toen de noodklok geluid bij het ministerie? Wij hebben gesproken over de noodzakelijkheid om de wijzigingsprocedure aan te roepen, omdat er een aantal omstandigheden buiten het contract verliepen, buiten de concessie. Maar betrof dat dan het garantiekapitaal, betrof dat de investeringen, die 44 miljoen startkapitaal van HSA, waar ging dat dan over? Dat ging over de concessieafspraken die gemaakt zijn, waarin ook artikelen opgenomen zijn dat als er bijzondere omstandigheden of afwijkende omstandigheden zijn, dat die aanleiding kunnen geven voor een wijzigingsvoorstel. En daar is toen over gesproken, omdat we vonden dat er meer dan voldoende op tafel lag om die wijzigingsprocedure in te gaan. Ik begin met de rijtijden in België. Even heel concreet, meneer Veenman. Heeft u gezegd in april 2004 tegen het ministerie, wij voorzien een faillissement voor HSA? In mijn beleving is dat pas in 2005 geweest, tweede gesprek. In 2004 hebben wij niet al tegen het ministerie gezegd, luister, het is zo'n moeilijke zaak, de business case, het ondernemingsplan van HSA, dat wij een faillissement voorzien. Nee, er zijn zoveel afwijkende condities. Daarover moeten wij die wijzigingsprocedure ingaan met elkaar. Maar u heeft niet gezegd, er dreigt een faillissement, dus we moeten nu eigenlijk gaan spreken voordat wij die treinen bestellen. Nee, want dat was het onderwerp van gesprek in 2005. Oké, dat is later geweest. Althans, zo verklaart u hier op dit moment. Ga ik met u naar een gesprek met minister Peijs en minister Zalm in juli 2004. En eind 2003 stuurt HSA een brief naar het ministerie waarin gewezen wordt op het risico van een faillissement. Eind 2003.
In 2004 neemt u zelf contact op met de minister Spijs en Zalm. Wat is er eigenlijk veranderd sinds eind 2003 en sinds de ondertekening van de concessie eind 2001, wat voor u noodzaakt om de alarmbel te luiden? Dat zijn de omstandigheden die ik zojuist neergelegd heb. Dat ging over de rijtijden, met name in België, waar een 17 minuten vertraging op... Mag ik u even onderbreken? Eind 2003 stuurt HSA een brief naar het ministerie waarin gewezen wordt op het risico van een faillissement. Kent u die brief? Daar heb ik geen herinnering van. Die brief heb ik, die is niet aan mij gestuurd. Had u die... Dat is tamelijk ernstig toch? Als HSA dus een brief stuurt naar het ministerie waarin de noodklok wordt geluid. Via de stuurgroep zou dat bekend moeten zijn. Maar nogmaals, die heb ik niet scherp in beeld. En u neemt zelf dus contact op met minister Spijs en Zalm. Dus ik neem aan dat die brief en de situatie van HSA toch de aanleiding was om dat te doen. Niet zozeer, want daar heb ik dan geen beleving van dat er een faillissement dreigde. Maar dat er zoveel afwijkende condities waren waar de concessieovereenkomst in voorziet om daarover met elkaar in gesprek te gaan en een wijzigingsprocedure, een route in te gaan, die is onderwerp van gesprek geweest op grond van een aantal constateringen vanuit HSA, die ik u net al even gaf, rijtijden, spoorcapaciteit, perroncapaciteit, een hele serie van afwijkende situaties. U kunt zich niet herinneren dat eind 2003 HSA een brief gestuurd heeft naar het ministerie waarin ze de noodklok luiden omdat een faillissement zou dreigen. Zeker niet in die bewoordingen. Goed, u neemt contact op met Pijs en Zalm. En klopt het dat u ook de mogelijkheid om, zeg maar, om de prijzen van de treinkaartjes te maximeren, de tariefrestrictie, in ruil voor, voor korting op de concessievergoeding, dat u dat heeft voorgesteld? Ik kan me in ieder geval daarvan herinneren dat wij, nogmaals, dat was een procesafspraak om te kijken hoe gaan wij met elkaar die wijzigingsprocedure in. En er zijn een groot aantal elementen genoemd die aanleiding gaven voor de start van zo'n wijzigingsprocedure. En ongetwijfeld is er ook gesproken over en op welke manier zou je dat dan kunnen oplossen. Maar dat is het gevolg van de wijzigingsprocedure en niet zozeer de insteek. U weet niet of er gesproken is over de tariefrestrictie? Ik kan me niet anders voorstellen dat we dat wel gedaan hebben, maar in de oplossingszin en niet zozeer in de aanleiding om de wijzigingsprocedure in te gaan. Nee, u zegt de aanleiding voor de wijzigingsprocedure was een ander, maar bij die wijzigingsprocedure hebben wij ook de tariefrestrictie aan de orde gesteld. Aan de kant van de oplossingen. Aan de kant van de oplossingen. De vraag is natuurlijk of NS niet zelf de taak had, ook gelet op het belang van de reiziger, om afspraken na te komen en HSA van een faillissement te redden. Toch? Wij hebben daar allerlei bepalingen opgenomen. We hebben allerlei middelen ter beschikking gesteld om het mogelijk te maken om die concessie te gaan uitvoeren aan de kant van HSA. Maar had NS op dat moment niet meer moeten doen? Wij hebben op een aantal... Ten eerste heeft u kunnen zien dat het garantiekapitaal in de loop van de tijd, bij de onderhandelingen voordat ik aan deze functie begon, dat die verhoogd was tot 200 miljoen euro. Feitelijk naar 240 gelopen is. Die 200 miljoen, die is verhoogd, dat klopt. Het garantiekapitaal is verhoogd, maar daarvoor is de concessievergoeding met 12 miljoen verlaagd. Ja, daar stond iets tegenover, toch? Maar tegelijkertijd staat die er wel en de aandeelhouder heeft ook daarvoor getekend dat ze dat garantiekapitaal ook ter beschikking hebben. Ik noem u even het eigen vermogen van de onderneming wat ter beschikking gesteld is. De 200 miljoen, wat later 240 miljoen geworden is in valuta van dat moment.
Dat betekent bij elkaar een grote som geld. En daarnaast de garantie om het mogelijk te maken dat het materieel aangeschaft werd. 50 miljoen voor een werkplaats om het te onderhouden. En helemaal aan het eind ook nog een keer 50 miljoen liquiditeitsoverbrugging. Om in het situatie maar dan, te... dan praten we over veel later. Het gaat mij over de periode, zeg maar, 2004. Waarbij toch de vraag is, kijk, NS had er toch ook belang bij dat niet een concurrent, zeg maar, op die HSL-lijn zou komen. En daarom hebben we ook het kapitaal ter beschikking gesteld. Daarom hebben we ook de garanties gegeven. Zeker, maar dat, en was, tegelijkertijd, maar dat was afgekaart. En tegelijkertijd hebben we gezegd, er is een belang om alle activiteiten van NS te zorgen dat ze uit de verliezen komen. Dus je kan in het kader van de continuïteit van al je activiteiten hebben gezegd, dit is wat wij ter beschikking stellen van HSA. En daar hebben we... U zegt, wij doen niet meer, omdat het te verlieslatend is. Nee, mag ik dat zo concluderen? We hebben gezegd, er is een grote hoeveelheid kapitaal en garanties ter beschikking gesteld. En we zullen er alles aan gaan doen om te kijken of we daarbinnen dat tot een oplossing kunnen brengen. Zeker, maar die, wat was het, 44 miljoen en die 200 miljoen, dat was al afgesproken. Nee, dat was een uitkomst, pardon, van de concessieovereenkomst. U ziet nu, we zijn in 2004, dat het... HSA spreekt zelf van een dreigend faillissement, dat het niet goed gaat. Dan zijn er twee wegen. U kunt, zeg maar, naar het ministerie, naar de overheid, en proberen daar tot oplossingen te komen. Maar NS was natuurlijk niet een onbemiddeld bedrijf, had grote reserves. Had NS niet gewoon zelf meer moeten doen, gezien het feit dat ze een groot belang bij hadden om die HSL te behouden en de concessieovereenkomst? We hebben met de kennis van dat moment hebben we geen aanleiding gezien om die bedragen nog een keer te verhogen. We hebben wel later in de tijd hebben we daar additionele middelen ter beschikking gesteld. U heeft het niet gedaan, maar had we het kunnen doen? We hebben het niet en dat was het besluit. Mijn vraag was, u heeft het niet gedaan, correct. Dat weten wij, heeft u ook nu herhaald. Maar de vraag is, had u het kunnen doen? Ja, maar dat is een what-if-vraag. We hebben het niet gedaan. We hebben de afweging gemaakt. Dit is geen what-if-vraag. Dat is gewoon concrete realiteit. U bent in 2004, begin 2004 bent u aandeelhouder. U ziet een verliesgevende business case van HSA. Dan kunt u twee dingen doen. U kunt als aandeelhouder zeggen, wij plussen erbij, we stoppen er nog wat extra in. Want dan gaat de zaak op een gegeven moment lopen. En de vraag is of dat had gekund. Ja, maar u combineert een aantal dingen die op een andere manier ook te combineren zijn. HSA heeft voorzien dat het heel erg moeilijk zou worden. En ik geloof graag van u dat daar ook correspondentie over geweest is. Maar dat ging uit van de situatie, als wij de wijzigingsprocedure niet kunnen aanroepen, dan ontstaat er een situatie waarbij het er somber uitziet voor HSA. Had toch... Het ging juist over het starten van de wijzigingsprocedure, om datgene wat... Nee, maar er gaat iets aan vooraf, meneer Veenman. En dat vraag ik u. Die wijzigingsprocedure, dat kan. Dat heeft u bepleit. Maar mijn vraag is, de vraag van de commissie is, had NS niet zelf, omdat ze ontzettend veel belang hechten aan die hoge snelheidslijn, ook ontzettend hoog geboden heeft, had ze gewoon niet zelf, zeg maar... wat extra in moeten investeren of moeten lenen aan HSA, zodat men niet naar de overheid hoefde te gaan. De vraag is of dat had gekund. U heeft het niet gedaan, maar mijn simpele vraag is, had dat gekund, ja of nee? Ja, dat had gekund. Goed, dus dat is wat ik wilde weten. In eerdere verhoren is ook al aan bod gekomen dat ten tijde van het bod de strategische waarde van de HSL-concessie voor NS bij de hoogte van dat bod is opgeteld. En dat is dus een betaling die is voor het concern in zijn geheel als belang, maar zit eigenlijk niet in de business case, zeg maar, van HSA. Want dat is een strategische waarde en daar staat natuurlijk niet een concreet businessplan tegenover.
had dan niet, laten we zeggen, die strategische waarde, 20 miljoen of 28 miljoen volgens Timmer, had die niet dienen te worden opgebracht door het NS-concern als geheel? De feitelijkheid is dat wij, zeg maar, in ieder geval in de periode waar ik iets over kan zeggen, dat wij gestart zijn met de concessieovereenkomst zoals die er lag. En ons helemaal niet meer afgevraagd hebben op welke manier en hoe is die tot stand gekomen met alle sommen die daarbij hoorden. Maar we hebben gezegd, dit is de verplichting die wij aangaan en daar zullen we ons voor inzetten om te zorgen dat we die voor elkaar kunnen krijgen. En uiteraard, en dan haal ik toch nog even iets terug van de discussie van daarnet, als er omstandigheden zijn die buiten HSA liggen, waarvoor het ministerie voor verantwoordelijk is, dan is het natuurlijk ook onze plicht om te zorgen dat daar waar de oorzaak ligt, dat we zorgen dat daar niet ter afwending van... U bent verantwoordelijk voor die strategische waarde. Ja. Toch? Ja, zeker. Ik zie het dat u ja zegt. Is het dan niet logisch dat die strategische waarde niet op het bordje van de overheid wordt gelegd, maar dat dat door het concern in zijn geheel zou worden opgehoest? Nee, maar hier lijkt een misvatting te zijn. De strategische waarde ging niet op het bordje van de overheid, maar de afwijkende condities van de concessieovereenkomst die gemaakt is, waar de voorwaarden van de concessie de mogelijkheden geboden hebben om die wijzigingsprocedure in te gaan, om te zorgen dat daardoor de vooruitzichten voor HSA, doordat ze buiten hun schuld in deze situatie zouden terechtkomen. Nee, maar u gaat nou een omweg naar iets anders. Ik wil met u alleen horen of u het eens bent met dat de strategische waarde in de orde van 20 tot 28 miljoen, dat die voor rekening van NS als moederconcern hoort te komen. Dat dat een ordentelijke zaak is. Allerlei andere kosten, en dat is een ander verhaal. Het gaat mij puur over die strategische waarde. Nee, ik heb u in het begin gezegd dat wij de beschouwing hebben gehad dat het een zeer gestretchte business case is. Nog los van het feit of daar nu strategische waarde of iets anders in zit. Daar komen we over te spreken, maar mijn vraag is, de strategische waarde, 20 tot 28 miljoen, hoort die niet gewoon opgebracht te worden? Want NS heeft dat gedaan, NS heeft geboden dat dat opgebracht dient te worden, niet door HSA, maar door het moederconcern. Uiteindelijk is de business case, is het draagvlak om te zorgen dat alle afspraken die we gemaakt hebben... Dat... Wilt u antwoord geven op mijn vraag? Ik vraag u heel concreet. Het antwoord is nee dan. Ik vind dat de strategische waarde niet door het moederconcern moet worden opgebracht? Nee, die hoort bij de activiteiten zelf. Zo is de business case ook opgebouwd. Goed, dan is door Verkeer en Waterstaat en Financiën aan u gevraagd om zelf meer te doen. Bijvoorbeeld door het garantie om of meer werkkapitaal of meer garantiekapitaal te storten. En dan? Is dat een vraag geweest? In welke periode? Wat er zijn? In die periode. Kijk, u komt, en ik heb het in de periode, 2004. Er is... 2005 heeft u nog een keer gesproken. Is toen door het ministerie aan u gezegd van, luister eens, wilt u, er is kennelijk een probleem met HSA. Nou, verhoog dan maar het kapitaal, die 200 miljoen, of verhoog maar het werkkapitaal. Er zijn meerdere besprekingen geweest. En nogmaals, ik verbind die wijzigingsprocedure hieraan. De vraag is ongetwijfeld geweest, het antwoord is er ook geweest, dat we dat niet van plan waren. Goed, dus u heeft dat afgewezen. Dan had HSA de concessie, of ik kijk even of er op dit punt of meneer Elias tot nu toe nog vragen heeft. Ja, eigenlijk wel. Goed, gaat u gaan. En dat zit hem vooral op dat punt waar u... net zei, het eerste gesprek met de minister Spijs en Zalm vond in juli 2004 plaats, nadat er dus ook al over het bestellen van treinen was besloten. En het tweede gesprek was in 2005. Maar mag ik uw geheugen toch iets opfrissen? Wij beschikken over interne stukken waaruit aan minister Pijs verslag wordt gedaan hoe dat gesprek tussen u en haar verlopen is van eind april 2004. En
Daar is sprake van dat omdat de treinen gekocht moeten worden, dat die business case opnieuw aan de orde is. En u hintte daar al enige mate op, dus de reizigersaantallen namen terug, namen af. Vliegende prijsvechters vochten zich in de markt. Prijzen waren niet meer reëel. Groei was gestagneerd, bijvoorbeeld op het hoofdrailnet. Al dat soort ontwikkelingen zijn door u aan de minister voorgehouden en met een indringendheid die maakt dat er ook een advies is aan minister Zalm, dat minister Peijs hem aan marge van de ministerraad eind april wel zal gaan aanspreken, omdat er het een en ander moet gebeuren omdat NS de noodklok heeft geluid. Als ik u dit allemaal vertel, herinnert hij zich dan weer wel dat u dat gesprek heeft gevoerd nog voordat de treinen werden besteld? Ik herinner me dat gesprek, maar dat gesprek was meer dan wat u nu opsomt. Dat gesprek ging over de afwijkende condities ten opzichte van de concessieafspraak. En dat ging ook over reistijden, dat ging ook over de afspraken tussen Nederland en België. Dat ging ook over perroncapaciteit, dat ging ook over spoorcapaciteit. En daarnaast een aantal ontwikkelingen die er op dat moment ook waren. Maar dat was dus zeker niet een gesprek, zoals u net zei, dat alleen een procesafspraak behelsde. De procesafspraak was vervolgens in dat tweede gesprek bij de heer Zalm. Omdat bij het eerste gesprek, uit de gesprekken op het ministerie van Verkeer en Waterstaat gebleken is dat dit een omvangrijke operatie was. Elke wijziging op een bestaande concessie die in deze periode van marktwerking tot stand gekomen is, vraagt ook de instemming van de minister van Financiën. Zeker. En daarom hebben we dat gezamenlijke gesprek toen gevoerd. Zeker, maar dus dan moet er net een of ander misverstand zijn geweest toen het alleen maar over proces ging. U herinnert zich dat u eind april 2004 een indringend gesprek met minister Peijs heeft gevoerd. Er komen, ik zeg het dan maar even simpel, beroerde ontwikkelingen aan. We zullen toch serieus moeten kijken naar oplossingen. En daar zal ook de minister van Financiën, de heer Zalm, bij moeten worden betrokken. Weer nog even terug. Er zijn afwijkingen ten opzichte van de afgesproken concessie. Die waren de aanleiding om dat gesprek in te gaan. En daaromheen zijn uiteraard ook een aantal ontwikkelingen zoals ze op dat moment waren. En gezamenlijk is toen gezegd, dit vraagt gewoon een gesprek met de minister van Financiën om te kijken hoe gaan wij die wijzigingsprocedure in. Maar er was een kausaal verband met het probleem rond het te hoge voorgenomen aantal te bestellen treinen. Dat hiermee in relatie stond. De onduidelijkheid over de bediening van Breda, Brussel en Brussel-Den Haag lagen ook nog op de tafel. Die onduidelijkheid, daar moesten we ook in de concessievoorwaarden ook een oplossing door voor vinden. Ja, maar dat was uw probleem. Want dat had u laten afkopen. De NS ging van 178 miljoen uit dat royale bod terug naar 148 miljoen. Omdat die reële problemen met de Belgen en met de Fransen waren gecapitaliseerd. Die waren afgetrokken van die 178 miljoen en kwam op 148. Dat lag op uw bordje. Dat waren risico's die waren afgekocht door de staat. Niet de afspraken die gemaakt zijn tussen de staat, de Nederlanden en de Belgische staat, over op welke manier dat tot stand komt. Dat stuk is de verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat om te zorgen dat de Belgische spoorwegen daar ook een instructie voor zouden krijgen van hun overheid om daar gehoor aan te geven. Okay. Maar overige risico's die er ook waren, die zijn onder die som begrepen. Dat ging over afstemming, over specificatie en het aantal treinen en hoe je dat in elkaar zou moeten steken, ook met onderhoud. Maar u herinnert zich dus goed dat u met minister Peijs heeft gesproken ter voorbereiding op het gesprek van u en minister Peijs en minister Zalm. Ja, in aanwezigheid van de heer Meerstad. Ik wil met u nog even over de strategische waarde. Zou u nou kunnen concluderen, want u zegt, die was verwerkt zeg maar in het HSA-bod of in de HSA-ondernemingsplan, dat de bescherming van het monopolie van NS, dat opgebracht moest worden door HSA. Integraal onderdeel van de business case, die, zoals ik al eerder zei, zeer uitdagend was, maar wel realiseerbaar. Dus ja. Dus ja. Dus ja.
dan had HSA de concessie terug kunnen geven omdat de onderneming niet levensvatbaar bleek. Of leek. Had ze dat gekund? In een concessieovereenkomst zitten altijd verschillende opties in. Ja, dat had gekund, dat is één. De overheid had ook de concessie terug kunnen nemen op het moment dat daar volgens de concessievoorwaarden ook aanleiding voor was. Van beide is geen gebruik gemaakt. Ja. Had HSA de concessie terug moeten geven omdat het een niet levensvatbare onderneming bleek? Op dat moment kon dat nog niet vastgesteld worden, alleen de vooruitzichten waren somber. En we hebben in een later stadium hebben we dat wel degelijk in de directie ook besproken. Van als dat niet kan, geven we dan de concessie terug. Of als het niet kan of niet ingevuld wordt, neemt de overheid dan de concessie terug. Maar u vindt niet dat ze dat terug hadden moeten geven? Want dat was mijn vraag. Nee. Was het behoud van de concessie, die overigens nog in moest gaan, was die eigenlijk in gevaar? Ik weet niet in welke zin u dat bedoelt, het behoud. Nou, in die periode, hè, we spreken nu over 2004. Als hij niet uitvoerbaar blijkt, dan lijkt hij mij in gevaar. Hij was op dat moment zeker uitvoerbaar. Als zeg maar, een aantal van de condities die ik u net beschreven had, in een wijzigingsprocedure meegenomen konden worden, dan zat er nog steeds een situatie, lag ervoor, waarbij dat nog steeds kon. Ja. U heeft al gezegd dat u met Meerstad en met minister Peijs heeft gesproken, om vervolgens een gesprek te hebben met ook met minister Zalm erbij. Met welke verwachting gingen u en minister Peijs naar minister Zalm? In het eerste gesprek wat wij daar hadden, was de verwachting dat we in ieder geval met elkaar helderheid konden krijgen over wat is er allemaal nodig om zo'n wijzigingsprocedure in te gaan. In het tweede gesprek was de verwachting, in ieder geval mijn verwachting, dat de heer Zalm de ruimte zou geven aan de minister van Verkeer en Waterstaat om tot andere afspraken te komen. Dus minister Peijs die wilde eigenlijk wel, laten we zeggen, die wijzigingsprocedure ingaan op enige wijze. En moest daar natuurlijk wel, om het maar even op zijn Brabants te zeggen, op zijn katholieks, bij Zalm te biecht. Ja, als alles wat gaat over zeg maar, de inkomsten voor de staat, in dit geval de gebruiksvergoeding, de concessievergoeding, hebben natuurlijk een functie ook bij het ministerie van Financiën. Dus dat begrijp ik ook wel, dat daarvoor wij langs moesten bij, bij de minister van Financiën. Maar minister Peijs was wel genegen om bepaalde stappen te zetten? In het tweede gesprek wat we gehad hebben, was dat duidelijk de bedoeling om te kijken op welke manier zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen. En krijgt de minister van Verkeer en Waterstaat daarvoor de ruimte van de minister van Financiën. En om welke elementen ging het dan? Waar was minister Peijs wel gevoelig voor? Om de wijzigingsprocedure in te gaan, omdat zij ook zag dat dat redelijk was om te zorgen dat we daar in ieder geval de afwijkende condities van de concessie op tafel konden krijgen. En wat waren de afwijkende zaken die u op tafel wilde leggen in die wijzigingsovereenkomst? De rijtijdenverschil, de verbindingen Brussel-Breda, de hele rij die ik u zojuist genoemd heb. En ook de tariefrestrictie. En we hebben daarin ook ongetwijfeld besproken dat in een oplossingsrichting zou je kunnen kijken naar de tariefrestrictie. En daar wilde in ieder geval minister Peijs wel over spreken. En dat moest dan verder ook besproken worden met minister Zalm. Dat klopt. Ik heb niet de herinnering dat zij dat in dat gesprek aangegeven heeft, maar wel dat ze met elkaar, dat wij met elkaar vonden dat je die wijzigingsprocedure zou moeten ingaan. En met wij bedoelt u Meerstad, minister Peijs en u? Met z'n drieën. Met z'n drieën. Waar vond dat gesprek overigens plaats? Was dat het ministerie van Financiën? Ik denk het wel. Het tweede gesprek in ieder geval, dat weet ik zeker. Het eerste denk ik ook. Waarschijnlijk het ministerie van Financiën en het tweede zeker.
De uitkomst van dat gesprek tussen u, minister Peijs en minister Zalm, is om op dat moment in 2004 nog niks te doen. Omdat de juridische mogelijkheden om HSA tegemoet te komen zeer beperkt zouden zijn. Is op dat moment eigenlijk alleen nog maar sprake van prognoses, hè, en nog niet van gerealiseerde resultaten, want er wordt nog niet gereden. Had u liever een andere uitkomst van dat gesprek gehad? Dan spreek ik over 2004. 2004 heb ik geen andere verwachting van dat we op dat moment met elkaar een weg zouden kunnen vinden voor die wijzigingsprocedure. Dat was het enige onderwerp waar het op dat moment over ging. Ja, maar die had u willen starten. Ja. En minister Zalm zegt, ja, we praten alleen nog maar over prognoses. Juridisch kan het ook niet. Dus waarom zouden we iets doen? In mijn beleving zat dat in het tweede gesprek, toen we aangegeven hebben, wij zien een ontwikkeling, dat als we niet tot zijn wijziging kunnen komen, dan gaat dat leiden tot faillissement. En dan moeten wij dat beschikbaar gestelde garantiekapitaal, zagen wij aankomen dat we dat meer dan volledig gingen inzetten. En dat is de discussie geweest die op dat moment in het tweede gesprek aan de orde geweest is. Maar nog even, wat kwam in het eerste gesprek dan aan de orde? De wijzigingsprocedure als gevolg van de afwijkende condities van de concessie, die volgens de concessie ook de ruimte geven om daar compensatie voor te krijgen. Het tweede gesprek ging over, wij zien aankomen dat HSA door zijn garantievermogen heen gaat, als we niet een aantal van die andere aspecten, waaronder de wijzigingsprocedure, daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Want die procesafspraak heeft niet geleid door een voortvarende aanpak om te zorgen, nee, dat we daar ook uitgekomen zijn. En toen kwam dat tweede gesprek. En daarop heeft de minister van Financiën gezegd, maak eerst uw garantiekapitaal maar op. En dan komt u maar, dan komt u maar terug. Ja. En we kunnen constateren dat u rekent op steun van minister Peijs om die concessieovereenkomst aan te passen. Ja. Dat hebben ze juist besproken. Maar we zien, ja, u heeft zojuist gezegd hoe die twee gesprekken verlopen zijn. Is nou minister Peijs, zeg maar, van standpunt veranderd? Want zij wilde eerst wel aanpassing. Maar is zij, laten we zeggen, onder invloed van Zalm dan een beetje gedraaid in haar standpunt? In het tweede gesprek weet ik in ieder geval dat heel duidelijk gesteld is door de minister van Financiën. En als u, minister van Verkeerde Waterstaat, hier een aanpassing wil gaan doen, dan moet u dit ten laste van uw eigen budget, uw eigen begroting doen. Met andere woorden, daar kwam niet een reactie uit waardoor de minister van Verkeerde Waterstaat kon rekenen op begrip bij de minister van Financiën. Nee, maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, is minister Peijs, zeg maar, onder druk van Zalm van standpunt veranderd? Want u zegt zojuist zelf, ik denk dat zij de onmogelijkheid van haar eigen standpunt gezien heeft, omdat ze de steun van de minister van Financiën niet kreeg. Dus zij kreeg de steun niet van de minister van Financiën. Dus minister Zalm heeft, zeg maar, op dat moment in 2004 een oplossing tegengehouden. 2005, 2004 hebben we een afspraak gemaakt over de wijzigingsprocedure, die vervolgens heel lang geduurd heeft. 2005 kwam het antwoord, als er iets te doen is rondom zeg maar compensatieclaims die het gevolg zijn van afwijkende condities in de concessie, dan gaan die ten laste van de begroting van de minister van Verkeerde Waterstaat. Goed, dus u zegt van u zegt 2005, dat toen minister Zalm, zeg maar, een oplossing geblokkeerd heeft, ja, die u voor ogen stond en dat minister Peijs wel had willen bewegen. Ja. Schoven nou de ministers het probleem zo, want uiteindelijk hebben ze dat gezamenlijk toch dat standpunt ingenomen. Schoven die het probleem van de HSA zo eigenlijk vooruit naar de toekomst, naar toekomstige ministers? In ieder geval, op dat moment schoven ze hem weer terug naar HSA toe en daarmee dus naar de onderneming toe. Ik heb daar geen beweging in gezien dat ze hem naar de toekomst geschoven hebben. Dat is, die constatering heb ik niet kunnen doen. Wel dat dat feitelijk gewoon later pas geëffectueerd is. Maar dat is toch wat we kunnen constateren? Ja, uit feiten, maar niet of dat opzet was.
Ik dacht dat dat uw vraag was. Nee. Mijn vraag is of ze, laten we zeggen, door wat ze gedaan hebben, wat ze hebben gedaan, zeg maar hun opvolgers met het probleem hebben opgezadeld. Ja, maar hij was niet opgelost. Ja, en u zegt, dat wilt u hen wel nageven. Ze hebben dat niet met voorbedachte raden gedaan. Daar heb ik in ieder geval niets van kunnen... Daar heeft u niks van kunnen merken. Nou, zat de staat er, die zegt enerzijds contract is contract. Dat was hun houding. En dat ze HSA houden aan de afspraken. Anderzijds kunnen we ook constateren dat... dat NS zich opstelt als een aandeelhouder, toch op afstand, met beperkte aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. En is nou een vroegtijdige oplossing, zeg maar eigenlijk geblokkeerd door een vroegtijdige oplossing voor dat veel te hoge concessiebod, is dat eigenlijk geblokkeerd door deze opstelling van beide partijen? Ik denk dat beide partijen in ieder geval niet in staat geweest zijn om door middel van de toegankelijke weg van de wijzigingsprocedure te komen tot een compensatie voor afwijkingen van de concessie. En mede daardoor zaten we in de situatie dat de reserves van HSA op termijn in ieder geval aangesproken werden tot de limieten. Ja, maar mijn vraag was dus of die houding van beide partijen dat heeft veroorzaakt. Algemene constatering is dat als je als overheid begint met een nieuwe vorm van aanbesteden, met werkzaamheden die zeg maar een trein op een nieuw spoor, met een andere manier van aanbesteden, in een periode dat we marktwerking in ieder geval heel hoog hadden, daardoor krijg je verhoudingen die het niet makkelijk gemaakt hebben om tot oplossingen te komen. Ja, maar mijn vraag was of beide partijen door hun houding, zeg maar een snellere oplossing van voor de problematiek van het veel te hoge concessiebod hebben geblokkeerd? Het antwoord is daarop ja. Ja? De combinatie. Goed. En vervolgvraag is natuurlijk, was het belang van de reiziger gediend met die oplossing van NS of met die houding van NS en de staat? Uiteindelijk, als je daarmee niet tot een oplossing komt, kan niemand beredeneren dat de reiziger daarmee gediend is. Maar hier is aan de orde op welke manier gaan wij om met de verantwoordelijkheden onder die contracten die we gemaakt hebben. Ja, dus u zegt in ieder geval die opstelling was niet in het belang van de reiziger. We hebben van alles geprobeerd, dat heeft u eerder ook genoemd, als het gaat over de tariefsrestrictie elementen. Nee, maar... Ik onderbreek u uw antwoord, want u zegt zojuist beide partijen hebben door hun houding zeg maar een oplossing geblokkeerd. Correct. Ja. En mijn vraag was of dat in het belang zeg maar van de reiziger was. Dat kan niet in het belang van de reiziger. Dat was niet in het belang van de reiziger. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, maar eerst nog een feitelijke vraag. Dat gesprek met de ministers Spijs en Zalm vindt plaats op 8 juli 2004. Weet u nog wat de heer Zalm tegen u zei in dat gesprek? Wat de inhoudelijke reden was waarom hij u, de NS, HSA, niet tegemoet wilde komen? De bespreking die we gehad hebben over de sombere vooruitzichten van HSA, daar kende ik het antwoord wel. Dat was het standpunt van de minister. U heeft garantiekapitaal ter beschikking gesteld en binnen dat garantiekapitaal moet u maar zien dat u dat voor elkaar krijgt. En naar de minister van Verkeer en Waterstaat. En als u vindt dat er iets aan moet gebeuren en de omstandigheden, dan doet u ten laste van uw eigen begroting. Ja. En als argument werd ook gebruikt, prognoses, daar kunnen we niet veel mee. Ga nou eerst maar eens rijden en dan zien we wel. Ik vat het een beetje samen, maar daar kwam het op neer. Dat onderstreept u zelf, klopt dat? Ja, dat was standpunt van de minister van Financiën. Ja. En heeft de heer Zalm ook aan u laten blijken dat aanpassing van het contract ten gunste van HSA heel moeilijk zou liggen, omdat dat mogelijk als staatssteun kon worden gezien? Dat is niet aan de orde geweest. Dat is niet aan de orde geweest. Oké. Dan komen we dus bij een situatie een paar jaar later, als ik
even om me heen kijk. Ja. En dan verkeert High Speed Alliance, HSA, waar NS dus inmiddels, wat is het, 95% eigenaar van is, in een liquiditeitscrisis. 2008, begin 2008. Simpel gezegd kan HSA de rekeningen bijna niet meer betalen. En dan vinden er onderhandelingen plaats in 2008, we zijn dus wat verder, tussen de NS, tussen HSA en Verkeer en Waterstaat. En dan zegt de staat, laat de NS dat garantiekapitaal van HSA maar verhogen. U weigert dat. Waarom wilde of kon u op dat moment, dus in 2008, geen extra vermogen in HSA stoppen? We hebben het daar net ook al over gehad in de periode daarvoor, dus wellicht gelden dezelfde argumenten, maar we moeten vaststellen. Waarom wilde u dat in 2008 niet doen? Het water was nog hoger aan de lippen gestegen. U was de moeder als bedrijf. Waarom deed u dat niet? Er zijn, er lagen op dat moment een groot aantal elementen op tafel, waaronder meer de vertraging als gevolg van het niet hebben van de juiste specificaties van het treinbeveiligingssysteem. En daarvoor hebben wij gezegd, daarvoor is de minister van Verkeer en Waterstaat aanspreekbaar. En dat zal dus eerst moeten gebeuren. Dus wij vinden dat de claims die daar het gevolg van zijn, die moeten de oplossing geven voor deze liquiditeitsvraagstukken die op dat moment daadwerkelijk aan de orde waren. En later, toen er een memorandum van overeenkomst was, hebben we ook nog gezegd, die begrijpen wij dat als daar nog een keer beroep gedaan wordt op liquiditeitsondersteuning van HSA, dan hebben we daar nog 50 miljoen euro voor ter beschikking gesteld. Dat komt allemaal later. Op dat moment, in 2008, weigerde u dus om extra vermogen in HSA te stoppen. Omdat wij nog zoveel te goed hadden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In uw visie. Ja. Inmiddels had NS leningen verstrekt aan HSA, zodat HSA de kosten kon betalen, bijvoorbeeld door voor tijdelijke materieel, waarmee vanaf 2009 dan gereden zou moeten gaan worden. In plaats van de Vira die er nog niet was. En die leningen betreffen bijna 150 miljoen euro. En die moeten daags, daar heb ik een vraag over, daags na de aanvangsdatum meteen worden terugbetaald aan NS. Als je zo'n constructie kiest, kom je dan niet in het gevaar dat je het hele garantievermogen, dat nu juist was bedoeld als buffer voor tijdens die exploitatiefase, dat je dat in de praktijk dan al uitgeeft? HSA zijnde. Deze heb ik helemaal niet scherp, welke elementen u daarin zitten. Mij staat niets bij dat er iets op de dag daarna terugbetaald zou moeten worden. Die ken ik niet. Wij wel. Ja, uit onze stukken blijkt dat de NS verstrekt leningen, maar die moeten gewoon vanaf het moment dat ze zijn verleend worden terugbetaald. En dat gaat natuurlijk ten koste van het garantiekapitaal. Waarom is voor die constructie gekozen? Daar kan ik u geen antwoord op geven. Kijk even rond of ik hier wat details mis. U was toch aandeelhouder? Correct. U zou daar toch van op de hoogte moeten zijn van deze constructie? Deze omstandigheid en deze constructie van prompt terugbetalen van iets wat geleend is, die is mij volstrekt onbekend. Maar u bent daar wel verantwoordelijk voor? Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat alles bekend is. Oké, okay, de heer Elias. Goed, dan als u het echt niet weet, dan denkt u, het zegt u niets? Nee, dat zeg maar niet. Dan kom ik eigenlijk tot de vraag meteen. Was het op dat moment, we hebben het dan in 2008... Niet zuiverder geweest om die concessie maar terug te geven. Op enig moment heeft ook een van de NS-directieleden dat opgemerkt in een vergadering van de Raad van Commissarissen. Hoe keek u daar tegenover? Het was buitengewoon moeizaam allemaal. We gaan het niet redden, we gaan het niet waarmaken. We geven hem gewoon terug, die concessie. Hoe keek u daar tegenaan? Er zijn een aantal vraagstukken aan de orde geweest, maar ook een aantal oplossingsrichtingen. Er zijn suggesties gedaan. Als dat zo is dat het failliet gaat, dan gaat het failliet.
De vraagstukken zijn ook aan de orde geweest van, is het dan niet beter om de concessie terug te geven? Ook die is aan de orde geweest. En gezamenlijk is uiteindelijk besloten om te kijken op welke manier we er wel uit konden komen zonder een faillissement, zonder het teruggeven van de concessie. Want het teruggeven van de concessie is eerder besproken ook met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat zou tot buitengewoon ingewikkelde complexiteiten leiden, dat zij opnieuw moesten gaan aanbesteden, waardoor er nog grotere vertragingen kwamen. Dat hebben we mee laten wegen in het besluit om het uiteindelijk te proberen om er doorheen te komen met dan de oplossingsrichting zoals in het memorandum van overeenkomst staan. Wat zou collega Meerstad hebben bedoeld volgens u met de kwalificatie zuiver? Het was zuiver om terug te geven. Dat heb ik niet. Ik denk dat die zo ook in elkaar zitten. U zegt van als dat de situatie is, dan moeten we hem gewoon teruggeven. Wij kunnen dat kennelijk niet. Dat zou de zuiverheid kunnen zijn, maar dat kunt u beter zelf vragen. Nou, ik vroeg naar uw appreciatie van zijn opmerking destijds. Zoals die in elkaar zit. En collega's hebben daar ook een andere mening over gehad. Op welke manier dat zou moeten. In de Raad van Commissarissen is in ieder geval besloten om dat niet te doen. We zitten in de situatie nu. Dat er nog één aanvullende vraag is en daarna gaan we even pauzeren. Ik geef eerst de heer Van Gerven het woord. Ja, ik wil nog even stilstaan bij die 150 miljoen. Zeg maar de investeringen die HSA gedaan heeft om treinen te bestellen, om de zaak op te starten enzovoorts. Waarvan gezegd is, die moet direct na de start van de concessie in april 2007 worden terugbetaald. U zegt, ik weet daar niks van. Ik kan me niet herinneren op dit moment hoe dat zat. Is het logisch dat als je zo'n investering doet, dat dan het logisch is omdat gedurende de concessieperiode dat dan geleidelijk aan wordt afgelost, die lening? Dat zou mijn standpunt zijn. Dat zou uw standpunt zijn. Nou heeft het ministerie gevraagd aan u om dat te doen. Dus om de lening gewoon bijvoorbeeld over de duur van de concessieperiode af te lossen. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ik probeer toch nog even te vinden wat nou achter die 150 miljoen zit. Als dat gaat over de bestelling van materieel, van de treinen, die zijn via de leasemaatschappij verstrekt. Die brengen vervolgens de kosten in rekening van HSA en dan is er dus geen sprake van het terugbetalen op dat moment. Dan komen gewoon de kosten van de leaseoperaties ten laste van de onderneming HSA. Dus ik kan nog steeds niet deze combinatie maken. Nee, maar ik constateer dat u van mening bent dat het in de reden ligt als je een lening aangaat voor die business case, voor het laten rijden van de treinen over de hoge snelheidslijn door HSA, dat het dan redelijk is om daar gedurende de concessieperiode dat dan terug te betalen, die lening af te lossen, aan in dit geval het moederbedrijf. Dat u dat een reëel lijkt. Wij constateren dat u dit standpunt heeft. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, want we gaan even 10 minuten, ietsje ruimer, pauzeren. Ik schors de vergadering tot 4:10.
Ik heropen het verhoor en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Veeman, de enquêtecommissie hecht eraan in haar onderzoek naar de waarheid, dus de waarheidsvinding van een parlementaire enquêtecommissie, dat in openbaarheid te doen en daarom ook het publiek niet te verliezen. En omdat er net een duidelijke bespreking is geweest, een verhoor is geweest over een onderdeel, hecht ik eraan om even uit te leggen waar het net over ging. U heeft namelijk herhaaldelijk aangegeven dat u zich, toen u zich tot het kabinet wendde, de wijzigingsprocedure inriep. En dat ziet op artikel 15 in de concessieovereenkomst, waarin wordt besproken dat bij, zal ik het in gemiddeld algemeen Nederlands zeggen, bij gewijzigde onvoorziene omstandigheden er wijzigingen zouden kunnen worden aangebracht in de concessie. En u heeft in het eerste deel van dit verhoor aangegeven dat u die wijzigingsprocedure inriep en de leden van de commissie hebben met u de diepte ingegaan, in op welke manier dat ook door het kabinet werd gezien. En dat kan ik dan ongeveer samenvatten als dat dat niet werd gezien als een echte onvoorziene omstandigheid extern, want daar was natuurlijk al over gesproken bij de concessie. En aan de andere kant dat er op dat moment nog niet een reden was om in te grijpen, want er werd nog niet gereden met de trein. Dus om even samen te vatten waar we het net over hadden, we bespraken uw behoefte om de wijzigingsprocedure in te roepen. En het antwoord daarop vanuit het kabinet was, dat doen we nog niet. En dat was artikel 15 van de concessie. Dan geef ik voor het vervolg van het verhoor het woord aan de heer Elias. Ja, we waren aangekomen in 2008. Even snel de politieke kant. Na het kabinet Balkenende 3 waren er vervroegde verkiezingen geweest. In 2007 was Balkenende 4 aangetreden. Dat was dus ook een nieuwe minister, minister Eurlings. HSA, HSP de Lions, 90% dochter, 95% dochter van NS. 18 mei 2008, de tijd rijp, ik citeer nu, om met de staat over concrete oplossingen voor HSA te gaan praten. Dat wordt in een brief van HSA-directeur de heer Roosendaal aan u gemeld. Kunt u ons schetsen wat de tijd nou eigenlijk rijp maakte? Wat was dat? Dan probeer ik in ieder geval even in herinnering te halen welke periode dat, dat was. Mei 2008. Het nog niet zeg maar, tot een conclusie gekomen in die wijzigingsprocedure. Een aantal openstaande zaken waarbij zeg maar, de gevolgen van het niet hebben van een goede specificatie van het treinbegeleidingssysteem, ERTMS, nog vol open stonden. En dat we tegelijkertijd ook zagen dat de liquiditeit en de grenzen van het garantiekapitaal voor HSA, dat die toch snel dichterbij kwamen. In diezelfde brief worden twee routes geschetst die de NS kan bewandelen voor een oplossing van HSA. En de eerste is het combineren van het HSA-probleem met andere NS-dossiers. En de tweede is open kaart spelen en inzicht geven in de hoofdlijn van dat nieuwe ondernemingsplan, de nieuwe business case, het financiële ondernemingsplan. Welke optie is het geworden van die twee? Weet u dat nog? Er is op dat moment, in ieder geval in de gesprekken die ik daarover gevoerd heb, door de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd of wij niet iets konden, zeg maar dat we de elementen die open lagen, dat we die bij elkaar konden brengen en tot één algehele oplossing zouden kunnen komen. De elementen die open lagen bij elkaar stukken, konden brengen, wat bedoelt u daarmee? Stukken van, zeg maar, daar waar er nog de vraagstukken op tafel lagen van hoe is het zo gekomen dat we zo laat in zo'n treinbeveiligingssysteemspecificatie gekomen zijn, wat heel veel vertragingen en kosten met zich meegebracht heeft, waar wij van vonden en vinden dat de staat der Nederlanden daar de verantwoordelijkheid voor moest nemen. Een aantal openstaande punten nog steeds in de relatie tussen Nederland en België.
Ik haal even daarbij, in 2003 is dat vraagstuk aangekaart, dat we nog steeds niet wisten hoe de bediening er precies uit zou moeten zien. In 2005 is de staat der Nederlanden en de Belgische staat zijn tot overeenstemming gekomen. En in 2007 heeft onze Belgische collega nog een keer aangegeven dat ze zich daar niet aan gebonden achten. Al dat soort elementen lagen op tafel. Dat was één grote kaleidoscoop van problemen. Van alles. Zie ik dat goed? Ja, allemaal zaken die met elkaar samenhingen, die ook buitengewoon complex waren. Ja. En u heeft er nu een aantal genoemd waarvan u zei dat ligt eigenlijk op het bordje van de staat. Correct. En de staat zei het probleem bij HSA ligt op uw bordje, want dan had u maar niet met zo'n hoog bod moeten komen in 2001. Nee, maar niet op de onderwerpen waar ik het net over had. Daar heeft de staat van erkend, al dan niet via een arbitrageprocedure, dat ze wel degelijk daarop aanspreekbaar waren. Hoe dan ook, de uitkomst van die opstelling was, we gaan het maar eens over al die dossiers tegelijk hebben en we gaan werken aan een soort totaaloplossing. Ja. Waarom had die optie van dat combineren met die andere dossiers vanuit de visie van de NS gezien de voorkeur? Hij was niet zozeer, hij begon niet met de visie vanuit de NS om het bij elkaar te brengen, maar het verzoek van de minister om in één keer allerlei vraagstukken bij elkaar te brengen. U zegt dat dat op initiatief van de minister was? Op verzoek van de minister, ja. Maar de interne brief waar ik het net over had, aan u van de heer Roosendaal van HSA, die schrijft heel duidelijk, er kunnen een aantal wegen worden bewandeld en één daarvan is het combineren van de andere NS-dossiers. Dus dat was een keuze die HSA en de NS maakten en niet de minister. Nee, dat kon. Of misschien ook de minister. En hij sloot aan op datgene wat de minister al eerder aan ons te kennen had gegeven. En welke minister was dat en wanneer was dat? Dat is mevrouw Pijs geweest. En die heeft tegen u gezegd, weet je wat, we gooien alles in één tombola en dan gaan we kijken of we eruit kunnen komen. In iets andere bewoordingen, ja. Maar dat... Welke waren die bewoordingen, weet u dat nog? Er zijn zoveel openstaande vraagstukken. Is het niet verstandig om ze allemaal bij elkaar te brengen en in één keer een groot aantal van die vraagstukken tot oplossing te brengen? Ja. Het was overigens de eerste keer dat er sprake was van, zeg maar, na een hele moeilijke start in de verhoudingen, dat het ook daadwerkelijk lukte, en dat is ook voortgezet onder minister Eurlings, om gezamenlijk tot oplossingen te komen, in plaats van tegenover elkaar tot oplossingen te komen. Had dat ook te maken met de persoonlijkheid van de minister? Sowieso hebben we van begin af aan gezien dat de minister van Verkeerde Waterstaat zeer coöperatief was om te kijken op welke manier kunnen we dat, maar dat haar mogelijkheden gelimiteerd waren of haar besluiten anders waren, zoals bij het backup systeem van ERTMS, maar niet omdat de houding niet goed was. In diezelfde periode vindt de discussie plaats tussen de NS en het ministerie van Financiën, dan inmiddels de aandeelhouder van NS geworden, vroeger was dat Verkeer en Waterstaat, over een superdividend. Dat is een eenmalige uitkering van extra dividend van NS aan de aandeelhouder, dus het ministerie van Financiën. De hoogte van dat superdividend is uiteindelijk in oktober 2009 bepaald op 1,4 miljard euro. Dus voor mijn goed begrip, enerzijds vinden er gesprekken plaats over het afromen van overtollige middelen van NS in de vorm van dat superdividend met de minister van Financiën. En anderzijds dreigt NS-dochter HSA failliet te gaan en heeft HSA een acute behoefte aan middelen. Lag het toch niet, ik heb het eerdere deel van het verhoor met de heer Van Gerven wel gehoord, maar niet te min, lag het toch niet voor de hand om een deel van dat kapitaaloverschot van NS aan te wenden om HSA te redden? Ik heb u eerder aangegeven dat we daar aan alle kanten geprobeerd hebben om het voor elkaar te krijgen met HSA. Binnen de daarvoor bestemde middelen en garanties. Met één uitzondering dat we aan het eind ook nog een keer een overbruggingsfinanciering van 50 miljoen ter beschikking hebben gesteld. En de wens van de aandeelhouder om tot uitkering te gaan van het superdividend is, en dat kunt u van mij aannemen, is niet naar voren gekomen vanuit NS, maar vanuit de aandeelhouder die vond dat hij daar ook recht op heeft. Ja, dat begrijp ik.
Maar het is toch een gekke situatie die zich dan voordoet. Aan de ene kant is er een dochteronderneming die ongeveer op de grond ligt en er slecht aan toe is. En aan de andere kant wordt er toch een behoorlijk krachtige vette portemonnee op tafel gelegd bij de minister van Financiën. Had u niet de neiging om te zeggen van laat ons nou tenminste een deel daarvan gebruiken om haar zaken goed overeind te houden en financieel te positioneren? Overigens hebben we in de correspondentie, en dan heb ik het over december 2008, dat ook aan de aandeelhouder aangegeven dat wij binnen de continuïteitsspelregels van de onderneming in voldoende mate over vermogen kunnen beschikken voor de alle activiteiten. Dat wij in ieder geval vonden dat alvorens er overgegaan zou kunnen worden tot die uitkering, dat in ieder geval een tweede termijn daarvan gekoppeld werd aan een aantal nog uitstaande punten, zoals ze in de brief genoemd zijn, de hangpunten waaronder het oplossen van de HSR 1 was. Ja, nee, maar daar kom ik zo. Het gaat meer over het principe, zou ik haast zeggen. Dat u ziet dat, u bent de opperbaas van de NS. U ziet die twee bewegingen gelijktijdig. Lag het niet, dat is de laatste keer dat ik het probeer, veel meer voor de hand om te zeggen, wij gaan HSA financieel redden. En wij zorgen dat die onderneming niet omvalt. Wij hebben die afwegingen op een andere manier gemaakt en uiteindelijk besloten om niet verder te gaan dan het oprekken van het beschikbare middelen, zoals ik u net aangaf. Nou is de vraag, waarom deed u dat? Omdat wij vonden dat daar waar de knelpunten bij HSA lagen, voor een niet onbelangrijk deel veroorzaakt zijn door het departement. En dat de gevolgen daarvan eerder in aanmerking zouden moeten komen voor een claim of een wijziging dan voor aanvullende kapitaalstortingen door de aandeelhouder. Maar als ik een noodlijdende dochter, stel dat ik een bedrijf ben, ik heb een noodlijdende dochter en daar ben ik 90% de baas over in financiële termen, dan is het toch logisch dat als dat misdrijft gaat dat ik die ga bijspringen? Ik herhaal mezelf, wij hebben besloten om dat niet te doen. En de totale hoeveelheid middelen die we direct en indirect ingezet hebben voor deze concessie bedraagt meer dan 700 miljoen. Hield u het ministerie van Financiën op de hoogte van de besprekingen over de HSA met Verkeer en Waterstaat? We hebben, in die situatie zijn de besprekingen allemaal gevoerd met de minister van Verkeer en Waterstaat. En of die daar reden voor had om dat te melden bij de minister van Financiën, dat is niet aan ons. Wij hebben dat niet gedaan. Maar het gesprek met het ministerie van Financiën, ik bedoel, dat vond met het ministerie van Financiën plaats. Niet alles ging met Verkeer en Waterstaat. Over het superdividend sprak u met Financiën. Uitsluitend. En wist Verkeer en Waterstaat daarvan dat u met Financiën over het superdividend aan het spreken was? Ik kan me niet herinneren dat we daar specifiek de aandacht voor gevraagd hebben, maar dat is niet. Het lijkt mij heel onlogisch als dat niet bekend was. Was overeenstemming over dat superdividend voor het ministerie van Financiën een voorwaarde om akkoord te gaan met het totaal deal die uiteindelijk werd gesloten? Ik zal er straks iets meer over vragen, maar dat werd op een gegeven moment een memorandum of understanding. Zeg nou maar even een totaal deal. Daarin zat ook dat superdividend. Was het een eis van Financiën om dat memorandum, die totaaldeal, voor elkaar te krijgen, dat u als NS dat superdividend moest afstaan, wilde ook al die andere dingen geregeld worden? Nee, niet zozeer een eis, als wel dat wij aangegeven hebben dat in het kader van de continuïteit en financierbaarheid van de gehele onderneming een aantal hangpunten, waarvan twee betrekking hadden op het hoofdrailnet en één met betrekking tot HSA. Niet als voorwaarde, maar wij hebben aangegeven, wij vinden dat wij in onze verantwoordelijkheid niet over kunnen gaan tot het uitkeren van dat superdividend, als een deel daarvan, als niet het vraagstuk van HSA opgelost is. Ja, dat is gestuurd op 10 december 2008, samen met president-commissaris Meijer, stuurt u een brief naar de aandeelhouder, naar Financiën dus. En daarin zegt u dus, ik ga op een aantal voorwaarden, of ik, maar de NS gaat op een aantal voorwaarden akkoord met die uitkering van een superdividend. Maar een van die voorwaarden is letterlijk oplossing HSA dossier. Ja. Dus dat was een glasharde koppeling, anders was er nooit een totaal deal gekomen. Het superdividend
is in dat voorstel gepresenteerd als een superdividend in twee termijnen, waarvan we toen gezegd hebben, wij vinden het verantwoord om 700 miljoen op dit moment als het ware te betalen. En dat we 700 miljoen afhankelijk gemaakt hebben van het oplossen van een aantal van die vraagstukken. Er waren drie hoofdvraagstukken waarvan er één HSA was, waarover ook bij vermeld staat dat wij gevorderd zijn met het vinden van een goede oplossing met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ja, wat waren die andere twee overigens? Dat ging over het hoofdrailnet. Het hoofdrailnet, daar is geen concessievergoeding voor afgesproken. En om te voorkomen dat wij in onze reserves in één keer rekening zouden moeten gaan houden met wel een concessievergoeding, hebben we daarin gezegd, dan gaan we ervan uit dat er geen concessievergoeding betaald moet worden op het hoofdrailnet, zoals het daarvoor ook was, maar dat het in de periode, ik dacht tot 2015, niet het geval was. En de ander had ook te maken met het hoofdrailnet, dus niet zozeer met HSA. En daarmee was de NS dus in sterke mate geslaagd in de opzet om een oplossing te bereiken voor HSA en het rondkrijgen van die andere dossiers. Dus die strategie was gelukt. Het vraagstuk HSA is besproken met het ministerie. Ik heb u net al even aangegeven, het was de eerste keer dat wij kunnen constateren dat we in gezamenlijkheid tot een oplossing proberen te komen. En daarmee hebben we hem alleen nog maar als een conditie voor het moment van betalen in de brief opgenomen aan de minister van Financiën. Die brief van 10 december die u samen met de president-commissaris stuurt, had u die brief ook afgestemd met Verkeer en Waterstaat vooraf? Het was een brief aan Financiën, maar weet u dat nog? Nee, die heb ik niet paraat. Herinnert u zich of er vooraf overleg is geweest met beide of één van de beide bewindslieden, Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Wouter Bos, toen minister van Financiën geworden? Dat heb ik in ieder geval niet kunnen waarnemen. Nou, dat is interessant. Tenzij ja. Ja, even op meneer Veenman, op dat laatste punt. Want ik begrijp, u sprak met Bos over het superdividend. Maar ik neem aan dat er ook met minister Eurlings is gesproken. Heeft u dat zelf ook besproken met minister Eurlings? Het merendeel van de gesprekken om te komen tot de oplossing waar we het net over hadden, die gesprekken zijn gevoerd door Bert Meerstad met zijn verantwoordelijkheid voor HSA. En op enig moment hebben we de vorderingen in die gesprekken hebben we ook gezamenlijk een keer doorgenomen. En de vorderingen, dat en wie is wij gezamenlijk? Bert Meerstad en ik hebben toen gezamenlijk het gesprek gehad met de heer Eurlings. Met de heer Eurlings. En toen is ook besproken, zeg maar, van, laten we zeggen, als we dat nou zo doen en we regelen dat met het superdividend zo, dan komen we eruit. Nee, zo is die in mijn herinnering niet besproken. Het vraagstuk wat daar was, dan maken wij vorderingen en denken wij er met elkaar uit te kunnen komen. Dat hebben we met elkaar gewisseld en voor de rest was de heer Meerstad daar volledig van op de hoogte wat de stand van zaken was. Ja, ja. En heeft de heer Meerstad gesproken met de heer Eurlings over, laten we zeggen, ook die dividenduitkering? Dat weet ik niet. Nee, maar u heeft zelf gezegd, het was uitdrukkelijk ook opzet van het ministerie of van om zaken met elkaar te verknopen. En dat hebben we zojuist besproken. Dus een aantal zaken worden opgelost en daartegenover staat dan een ruimhartige dividenduitkering, dat superdividend. En mijn vraag is eigenlijk dus in hoeverre dus de heer Eurlings ook bij die afspraken betrokken is. Daar heb ik geen waarneming van. Dat zult u aan de heer Meerstad moeten vragen. Maar misschien ter correctie van de beeldvorming. Alle openstaande vraagstukken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, daar was de wens van de minister van Verkeer en Waterstaat om daar tot een oplossing te komen. Dat had niet te maken met het superdividend. U legt zelf wel die link met het superdividend. U heeft dat zojuist ook geschetst. Wij houden 700 miljoen achter van dat superdividend. Want eerst moeten die drie kwesties die u zojuist genoemd heeft, waaronder het HSA-dossier, zijn opgelost. Ja.
Daarvan moet de minister Eurlings ook op de hoogte zijn geweest, neem ik aan. En niet uit de gesprekken die ik met hem gehad heb, maar ik neem aan dat daar tussen de ministeries overleg over is. Ja, dat is in ieder geval op ambtelijk niveau, neemt u aan, maar ook op ministerieel niveau. Dat weet ik niet. Weet niet of dat plaatsgevonden heeft. Nee, maar u was vrij intensief daarbij betrokken. U heeft ook zelf... dit regardeert natuurlijk de aandeelhouder ook heel sterk. Dat superdividend uitkeren, ja dan nee. Dus nogmaals mijn vraag van... of laat ik het zo eens vragen. Is achter het denkbaar dat minister Eurlings van die hele discussie rond het superdividend niet op de hoogte is geweest? Dat kan ik me niet voorstellen, maar ik heb het niet met hem besproken. Oké. Ik geef het woord aan de heer Elias. Dan komt dat zogeheten memorandum van overeenstemming tot stand op 18 december 2008. Wordt ook ondertekend door de heer Eurlings, Veenman, Van Roosendaal en Meerstad. En interessant is dat daar een bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat als zich in de toekomst een reëel faillissementrisico van de HSA, High Speed Alliance, zou voordoen, de staat onder bepaalde voorwaarden maatregelen, en dan komt het, zal treffen om een faillissement van HSA te voorkomen. Ik neem aan dat u blij bent geweest destijds met een dergelijke bepaling. We hebben in ieder geval kunnen constateren dat het risicoprofiel van de operatie HSA door afgenomen was. En tegenover staat dat er ook een aantal bepalingen opgenomen zijn dat wij ook niet over zullen gaan vanuit HSA van verdere claims op het gebied van ERTMS. Ja. Die staat daar tegenover. Als u zegt het risicoprofiel was afgenomen, dan is dat wel een krachtig understatement. Want dit was een keiharde verplichting voor de staat om in de toekomst HSA te redden. Toch? Zoals die er staat, kunt u hem zo heb ik hem ook beleefd. In die zin dat we gezegd hebben, hier staat er in ieder geval de wil om te zorgen dat er continuïteit komt van de operatie. En dat wij op het ministerie kunnen rekenen, mocht dat onverhoopt nodig zijn, dat daar ondersteuning voor zal zijn. Maar daar staat toch niet de wil, daar staat het gebod. Maar er staan ook een aantal elementen aan verbonden. Er staat ook aan verbonden dat die informatie er dan moet zijn om te zorgen dat dat ook op de juiste manier uit te leggen is. Daar wordt ook een half jaar voor genomen om dat dan met elkaar uit te vinden. Daarvoor hebben we ook als NS toen gezegd dat hoorde bij deze overeenstemming. Dat we dan ook die 50 miljoen ter beschikking zouden stellen als overbruggingsliquiditeit. In de periode dat dat onderzoek plaatsvindt. Nog even over dat woordje zal. Waarom was in uw ogen die glasharde verplichting noodzakelijk? In mijn beleving komt die heel direct naar voren dat de wens van de minister is om te zorgen dat de HSL in bedrijf kan komen. En als daar vraagstukken zijn zoals ze hier beschreven zijn, dan is het in het belang van de maatschappij en het gebruik van de HSL om daar dan tot een oplossing te komen. Ja. Nou zei u net al in een bijzin dat er ook informatie moest worden verstrekt, zijdens HSA aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is een voorwaarde voor het nemen van maatregelen door de staat om HSA te redden. En dat is een van de dingen die inderdaad in dat memorandum van overeenstemming is geregeld. Namelijk dat de staat die cijfers van HSA, zeg nou maar even de business case en vooral het onderliggende stuk daarbij, de onderliggende cijfers, dat de staat die cijfers zou moeten kunnen verifiëren. Mijn eerste vraag daarover is, we hebben dat ook in eerdere verhoren al langs gehad, klopt het dat tot dan toe, december 2008, nooit volledig inzage is gegeven in dat ondernemingsplan, de business case, zoals dat dan wordt genoemd, van HSA aan Verkeer en Waterstaat? In mijn waarneming, en die kan je ook terugvinden in de documenten, is er in de tijd bij het aanbieden, het bod, zeg maar voor de concessie, is al voorgeschreven op welke manier welke informatie verstrekt zou moeten worden.
Daar is een paragraaf aan toegevoegd dat als dat gaat over bijzondere informatie waarvan de onderneming HSA vindt dat die vertrouwelijk moeten blijven, dat daarvoor een derde persoon aangewezen kan worden om daar inzage in te krijgen. En ik heb ook gezien in de documenten dat in 2004 dat ook plaatsgevonden heeft. Met de aantekeningen dat degene die dat toen ook deed, ik meen McKinsey, zei ik, wij moeten allerlei voorbehouden maken, want we krijgen lang niet alle cijfers en op een aantal punten kunnen we een ruwe indicatie geven, maar het echte verhaal hebben we niet op tafel gekregen. Dat heb ik niet genomen. Dat is een gegeven, dat is een feit. Dus de stelling is ook, er zijn tal van vrij cynische interne memo's op het ministerie van Financiën, waarin, dat lijkt ook logisch bij het karakter van dat departement, wordt geklaagd, ook in de richting van de minister van Financiën, dat steeds maar die cijfers niet worden aangeleverd door de NS. U erkent dat? De onderliggende cijfers bij de business case is tot december 2008 niet verstrekt. Herkent u dat? Dat herken ik. En het is dus ook niet voor niks dat dit een van de dingen is die dan vanuit de staat naar tevredenheid eindelijk geregeld wordt. Herkent u dat daar destijds ook met enige opluchting van de zijde van de staat op werd gereageerd? Nou krijgen we eindelijk de cijfers en dan kunnen we eindelijk eens een keer beoordelen hoe het zit. Ik weet niet of de staat opgelucht heeft gereageerd. Wat ik wel weet, en dat is wat ik er straks al even zei, dit was het eerste moment sinds het tekenen van de concessieovereenkomst waarbij partijen de gezamenlijke wil om dit tot een goed einde te brengen naar voren gebracht hebben. En daar hoort ook ander gedrag bij. Ja. Is het niet heel raar dat in de verhouding tussen NS en staat en het departement van Verkeer en Waterstaat, ook in de nauwe samenwerking door de jaren heen, dat het 7 jaar duurt voordat Verkeer en Waterstaat eindelijk dat inzicht krijgt van de NS? CQ-HSA? Het is altijd de vraag welke mate van detail een departement wil. Maar ik ben met u eens dat het een teken is van de verhoudingen die ik in het begin al even geschetst heb over de zeer gespannen verhoudingen tussen de onderneming en het ministerie. Zelfs met elementen van wantrouwen. Maar we spreken nu over december 2008. U heeft eerder in dit voor verteld dat u aantrad eind 2002. U had ook als opperbaas NS, zeg ik dan maar weer even, kunnen verordoneren, jongens, meisjes, geef die cijfers, want ik wil naar een genormaliseerde verhouding met Verkeer en Waterstaat. Geef die cijfers af, dat helpt. Dat heb ik niet gedaan op grond van de constateringen die er op dat moment op tafel lagen in de verhoudingen zoals ze op dat moment er waren. Gelukkig in de loop van de tijd is dat veranderd. En ik erken daarbij dat het heel lang geduurd heeft voordat die normering plaatsgevonden heeft. Heeft de NS-directie ooit opdracht gegeven aan de HSA-directie om de informatie waar Verkeer en Waterstaat om vroeg juist niet beschikbaar te stellen? In de stuurgroep zijn er ook documenten geweest, ook van medewerkers die daar over geroerd hebben. Het heeft niet geleid tot een verbod van de zijde van de directie. Die is in ieder geval niet in de directievergaderingen besproken. Ja. Er waren interne HSA-stukken waarin sprake is van trucjes om te zorgen dat de business case niet bekend zou worden, of althans de onderliggende cijfers niet bekend zouden worden bij Verkeer en Waterstaat. Er waren stukken die wij hier eerder in een forum met de heer Dupke hebben moeten citeren, waaruit bleek dat, zacht gezegd, Verkeer en Waterstaat een ander beeld kreeg voorgespiegeld vanuit HSA dan de werkelijkheid als het over de cijfers ging. Wat vindt u daarvan? In ieder geval teruggaand naar de contractuele verhoudingen tussen het departement en de onderneming en de niet genormeerde verhoudingen. Die zie ik als ingrediënten waardoor dit niet tot stand kon komen. Nogmaals, er hebben geen besluiten plaatsgevonden in de directievergadering, inclusief de rol van de aandeelhouder, waarin we opdracht gegeven hebben om dat te doen. Maar u hoorde daar in de stuurgroep wel van? Ik heb geen deel uitgemaakt van de stuurgroep. Dus u zat niet in de stuurgroep.
Heeft u ooit van dit soort signalen wel gehoord? Ik heb allerlei signalen gezien en gehoord, maar niet aan mij gericht. En ook niet met een aanleiding om daar vervolgens op in te grijpen of anderszins te opereren. Ik kijk even naar mijn collega. Ja, ik wil even op dit punt nog doorgaan, want u heeft herhaaldelijk gezegd, ik wil de wijzigingsprocedure inroepen. Daar ben ik een voorstander van, om bepaalde zaken op te kunnen lossen. Daarbij was natuurlijk een voorwaarde, en die zit ook in een memorandum van overeenstemming van 2008, dat u bij problemen volledige inzage geeft in de cijfers. Dat is juist. Bij een wijzigingsprocedure volg je de richtlijnen zoals ze in de concessieovereenkomst staan. Daar komen geen andere overwegingen bij, want de concessieovereenkomst geeft precies aan wat er wel en wat er niet moet gebeuren om vervolgens tot in een wijzigingsprocedure te komen. Dus deze combinatie van leveren van gegevens kan ik niet hier aan koppelen. Kunnen we hem wel koppelen aan, dus u zegt op basis van de concessieovereenkomst moeten wij niet de achterliggende cijfers achter de business case aan te leveren? Niet anders dan zoals al opgeschreven waren in de business case die in overeenstemming waren met de concessievoorwaarden zoals die voorgelegd zijn en de structuur waarin dat gedaan is. En zoals ik net al zei, met ook nog een bijzondere afspraak, dat als dat heel gevoelige informatie is, dat die door een derde aan te wijzen, een expert, ter inzage waren. Ja, dat heeft u voorgesteld. We hebben al geconstateerd dat dat zowel door McKinsey bijvoorbeeld, als door de overheid, als onvoldoende werd beschouwd om tot volledige waarheidsvinding te komen met betrekking tot de feitelijke business case. Dat is gewoon een constatering. Maar u zegt, op basis van de concessieovereenkomst hoefden wij dat niet te doen. Vervolgens zegt u, ik moet wel erkennen dat we niet scheutig zijn geweest met onze informatie tot 2008. Dat mogen we toch wel concluderen. Correct. Ja, dat is een goede omschrijving. Niet scheutig. Goed. Vervolgens hebben wij in 2008 een memorandum van overeenstemming, waar artikel 14 is opgenomen, waarbij de hulp van de overheid kan worden ingeroepen als zeg maar een faillissement dreigt. Is dat wel aan de orde, het volledige openheid van zaken geven in zaken de business case? Het staat zoals dat in dat memorandum beschreven staat, dat onder die omstandigheden zal de beschikking komen over alle informatie die gewenst wordt. Dat is ook een heel bijzondere situatie als er een dreigend faillissement is. Maar is het dan toch niet vreemd? Hè? Want in het memorandum van overeenstemming staat het wel. Je moet volledige openheid van zaken geven. De hele business case overleggen om tot oplossingen te komen. Wat u kennelijk ook onderschrijft, want u onderschrijft het memorandum van overeenstemming. Maar dat u in die periode daarvoor zegt, er dreigt ook een faillissement, er zijn ook allerlei problemen. Maar ik overleg dan niet de business case in zijn geheel. U heeft kunnen lezen wat er in het memorandum staat. En daar sta ik achter. Mijn vraag was, ziet u ook niet het verschil in opvatting, in handelwijze, zeg maar, met het tot stand komen van het memorandum van overeenstemming en de periode daarvoor? Ja. Antwoord is ja. Ja, oké. Geef het woord aan de heer Elias of de voorzitter. Ja, ik kom er even tussenin, want ik heb niet voor niets net even aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat we goed helder krijgen als onderdeel van ons onderzoek waar het allemaal precies over gaat. U heeft een aantal keren aangegeven dat u een wijzigingsvoorstel had gedaan. Maar dan hou ik u toch graag even een bepaling voor, namelijk bepaling 5.4, die gaat over dat wijzigingsvoorstel. En daar leest de commissie, waar ook juristen deel uitmaken, toch heel duidelijk dat die voorstellen worden gedaan en dat daarbij vereist is transparantie en gedetailleerde beschrijvingen. Hoe verhoudt nou het een zich tot het ander?
Ik denk dat dat in dit geval sprake is van die gedetailleerdheid zoals die ook voorgeschreven staat in de concessieovereenkomsten met de onderliggende stukken en de aannamen en op een aantal punten dus met de toegang tot die gegevens door derde partij aan te wijzen. Dus Price, Waterhouse, Coopers en McKinsey, die roepen maar wat. Dat ze geen informatie krijgen. Ik ken de uitspraken van PricewaterhouseCoopers en McKinsey ken ik niet. Die hou ik u nu voor dat zij niet uw informatie krijgen? Ik kan niet anders zeggen dan wat wij gedaan hebben is wat we gedaan hebben. Met het zicht op dat moment over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van het verstrekken van informatie. Conform de structuur zoals die in de concessie beschreven is. Maar kunt u de vraagstelling van de commissie volgen? Wanneer wij hier in een verhoor vandaag met elkaar wisselen dat er toch duidelijk een problematische sfeer was ontstaan tussen de spoorwegen en in ieder geval het kabinet in brede zin, omdat er niet tot een oplossing werd gekomen, zoals u zelf aangaf. U geeft in het begin aan, wij doen een beroep op de wijzigingsbepaling. Kunnen we de concessie wijzigen, want er zijn allerlei onvoorziene omstandigheden. Daarvan staat in de stukken onvoorziene omstandigheden, dus daar ontstaat discussie, dat hield ik u net voor. Maar dat daar ook heel duidelijk in staat, kom met gedetailleerde informatie, beschrijf precies wat de consequenties zijn. En dat dat dan niet gebeurt en dat dat dan dus zo lang duurt, dat de commissie denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat er dus gevraagd wordt, wijzig, vereist is gedetailleerde informatie, die wordt niet gegeven en 7 jaar later wordt er schoorvoetend informatie verstrekt. Hoe kan dat? Ja, ten eerste is de tijdsbepaling iets anders. Dat is een minder aantal jaren. Maar ik constateer niet anders dan dat de opvatting binnen HSA geweest is, de informatie die wij dienen te verstrekken, ook om zo'n wijzigingsprocedure in te gaan, is datgene wat wij verstrekt hebben. Dus daar heb ik verder geen toevoeging op. Wij zijn met elkaar van mening geweest. Dit is de informatie die daarbij noodzakelijk is, gelet op de bepalingen in de concessie. En in de concessie stond ook, als we al in een situatie zouden komen, dat werd dus blijkbaar voorzien, dat we eigenlijk geen informatie willen geven, dan geven we het aan een derde. Ja. En dan zijn er een aantal rapporten verschenen in de tussentijd, waarin die derde aangeven, en niet tenminste, dat zij ook van u de informatie niet krijgen. Daar heb ik geen... Daar heeft u ook geen weet van? Nee. Oké. Dus dan hebben we het aan u voorgehouden. Ja, Elias. Ja, ik krijg de neiging om de klachten van McKinsey te gaan citeren, maar dat zal ik maar even achterwege laten. Ik heb nog een paar kleine vragen. Bij de discussie over het superdividend in 2008 is er eveneens sprake van een moeizame discussie over informatieverschaffing door de NS. In dit geval aan de aandeelhouder, ministerie van Financiën. Dat gaat dan over het onderzoek naar de kapitaalpositie van NS. Gaat NS strategisch om met het ter beschikking stellen? Het is een vervolg op wat al aan de orde was. Maar gaat u strategisch om met het ter beschikking van stellen van informatie aan de staat? Mijn antwoord erop is nee. Waar komen die klachten dan vandaan? Ik denk dat die terug te voeren zijn tot datgene wat de aandeelhouder van mening was dat er beschikbaar was aan overliquiditeit of superdividend gerechtigd. Dat de onderneming in het kader van haar eigen continuïteit op dat moment van een dubbel E-rating voorzien dat wij heel veel informatie verschaft hebben, maar wel met de opvatting dat wij vonden dat we een dubbel E-rating zouden moeten behouden om in ieder geval toegang tot de kapitaalmarkt te kunnen hebben. En dat wij ook constateerden dat het ministerie van Financiën daar een andere opvatting over had. Dat ze vonden dat met een aanzienlijk lagere rating dat ook zou moeten kunnen. Hetgeen uiteraard leidt tot een grotere uitkering. U kunt zich voorstellen dat de onderneming daar in ieder geval zorgt en probeert om die goede rating die ze hebben, om die in ieder geval te behouden. Zowel McKinsey in 2004 als PricewaterhouseCoopers in 2008 klagen dus over die informatievoorziening. Waarom wilde de NS eigenlijk alleen maar inzicht geven via een derde partij?
nog los van hoe dat dan gebeurde. Waarom kon dat niet rechtstreeks? Waarom moest daar een derde tussen zitten? Wat wij in ieder geval in de situatie rondom het superdividend geconstateerd hebben, dat de insteek van de zijde van het ministerie van Financiën een geheel andere was. En dat wij, voordat we in ieder geval wensten om te zorgen dat we daar overigens ondersteund door onze Raad van Commissarissen, dat wij in ieder geval er alles aan zouden doen om onze rating te behouden. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Ik ben wellicht niet duidelijk genoeg omdat ik heen en weer sprong. Deze vraag ging over de onderliggende cijfers en de inhoud van de zogeheten business case bij het bod uit 2001. En de latere situatie dat de staat daar dan meer van wil weten. En zowel in 2004 aan het ene adviesbureau als in 2008 aan het andere. Die moeten daartussen worden geschoven om die cijfers te beoordelen. Waarom niet gewoon rechtstreeks die cijfers aan Verkeer en Waterstaat? Ik denk dat het altijd verstandig is om te zorgen dat een deskundigheid rondom cijfers en aannames ertussen zit. Om daar een goede beoordeling van te kunnen maken die ook aan twee kanten leesbaar is. Rondom het superdividend hebben we dat ook gedaan met een financiële instelling. Overigens hebben we die gezamenlijk, aandeelhouder en NS hebben die gezamenlijk benoemd en voor deze staak. Dus ja, niet omdat we niet wilden, maar we hebben gezegd, dit lijkt ons een verstandige oplossing. Ja. Maar goed, Verkeer en Waterstaat wilde het liever anders. En die hebben daar natuurlijk ook mensen die cijfers en stages kunnen lezen. Dus nogmaals, waarom zat er steeds, zowel in 2004 als 2008, een derde tussen en werden niet die gegevens gewoon ter beschikking gesteld aan Verkeer en Waterstaat? Ik heb geen andere uitleg dan die ik u net al gegeven heb. Dat conform de afspraken die gemaakt zijn in het tenderdocument en een format vastgesteld dus over de informatie, dat vervolgens gedetailleerde informatie beschikbaar is en dat bijzondere informatie met commercieel, een commerciële zeggenskracht, dat die door een derde partij ter inzage kon komen. En dat hebben wij ook gedaan. Ja, het zal aan mij liggen. Ik snap het gewoon niet, dus ik vraag het nog een keer. Dat HSA, die hele constructie, dat was een zogeheten special purpose vehicle. Een speciaal in het leven geroepen bedrijfje. En dat moest er nou juist komen vanwege het feit dat er transparantie moest zijn, dat ze hun eigen broek moesten ophouden, eigen inkomsten moesten verdienen en dat Verkeer en Waterstaat zou moeten kunnen meekijken. En dan worden die cijfers gedurende jaren achtereen gevraagd en dan worden ze niet geleverd. En dan tegelijkertijd klagen over een slechte verhouding tussen de NS en Verkeer en Waterstaat. Dat laat zich moeilijk rijmen. Special purpose vehicle is een voorwaarde geweest om in de concessiebieding terecht te kunnen komen. Dat is niet bedacht door NS. En wij hebben vervolgens voldaan aan de voorwaarden die daar stonden. En over het wel en niet verstrekken van informatie en in welke mate, daar heb ik u al geprobeerd een antwoord te geven. Het zal niet veel anders zijn. Nee. Maar die klachten van Verkeer en Waterstaat daarover, die waren u wel bekend? Wij hebben in ieder geval via de stuurgroep HSA, heb ik daar wel van vernomen, niet rechtstreeks. Ja. Maar het was voor u onvoldoende aanleiding om te denken, kom, laten we nou eens zorgen voor een betere verhouding, laten we maar eens beginnen met gewoon de cijfers te laten zien. Die afweging hebben wij op dat moment niet op tafel gehad. Dat is duidelijk. Wij komen zo langzaam maar zeker tot een afronding van dit verhoor, waarin we een periode hebben bekeken waarin de partijen erg tegenover elkaar hebben gestaan. Eigenlijk in de aanloop van de concessie, al in eerdere verhoren hebben we dat gezien. De concessie wordt op een bepaald moment gesloten. U verzoekt de wijzigingsprocedure in te stellen zonder daarbij de informatie te leveren die blijkbaar nodig was. De wederpartij geeft aan dat het geen onvoorziene omstandigheden zijn en men eerst moet gaan rijden. De partijen blijven tegenover elkaar staan. En een lange periode later, nadat er nog, ja, hoe zal ik het duiden, verwikkelingen zijn rondom het superdividend, een lange tijd later komt dan uiteindelijk die openheid en wordt er gekeken naar hoe kunnen we het oplossen. Dan wil ik toch in de afronding naar uw rol gaan en uw leiderschap gaan. Wat had u nou kunnen doen om ervoor te zorgen dat de partijen niet langer zo tegenover elkaar
stonden. Maar samen tot een oplossing kwamen. Allereerst op uw constatering nog even ingaand. U verbindt dat wijzigingsvoorstel met ga eerst maar rijden en kom dan nog een keer terug. Die twee zijn niet aan elkaar verbonden. Het wijzigingsvoorstel... In uw beleving niet, hoor ik u zeggen. Okay. Correct. Dat wil ik nog een keer herhalen. Die zijn echt gescheiden van elkaar, want het zijn ook twee verschillende momenten geweest. We hebben in de onderlinge gesprekken in de loop van de tijd van alles geprobeerd om te kijken of we die verhoudingen konden normeren. En ik moet ook zeggen dat ik daar helaas niet in geslaagd ben, omdat met alle inspanningen van de collega's, om dat snel tot een goed einde te brengen. En dat gold voor alle verhoudingen die er waren. Ik herinner nog even aan dat we het begin ook gezegd hebben, grote mate van wantrouwen. En mij is in ieder geval gebleken dat met welke aansturing dan ook, het heel lang duurt voordat je daar organisaties eruit kan krijgen. Of dat nu NS is met zijn HSA, of dat nu het departement is, dat is zeer weerbarstig. En wat had u nou kunnen doen als leider van de Nederlandse spoorwegen? Wetende wat de investeringen zijn geweest en wetende welk vervoer werd beoogd en wetende dat de reiziger dat zo graag wilde hebben. Wat had u als leider van de NS nou kunnen doen om te voorkomen dat jullie 8 jaar lang in totaal misschien wel tegenover elkaar bleven staan? Ik zou in ieder geval niet willen positioneren dat we 8 jaar lang in dezelfde periode of in dezelfde houding gestaan hebben. We hebben daar wel degelijk een ontwikkeling in gezien, maar die is traag verlopen. En dat vind ik ook een heel spijtige constatering. Ondanks de inspanningen, die ik daar gedaan heb in die directe verhoudingen met de ministers of met de staatssecretaris. En is uw antwoord op mijn vraag had u kunnen doen dus niets? Want u geeft mij geen antwoord. En mijn vraag was, wat had u kunnen doen? En u geeft mij geen antwoord. En dat kan niet anders dan een antwoord van niets zijn. Nee. Dat kan ik me toch niet voorstellen. Ik kan me niet. Maar wat had u kunnen doen? Ik kan niet hier nu bedenken wat ik toen anders had moeten doen, anders dan met de informatie van vandaag. Niet met de informatie en de wetenschap die er op dat moment op tafel lag. Maar de informatie lag het in ieder geval niet op tafel bij de staat. Waar men om vroeg om tot een oplossing te komen. Ja. Oké. Meneer Veenman, de laatste vraag die wij stellen aan u is, in dit dossier waarin u lange tijd betrokken was, heeft u daar aanknopingspunten gezien om te denken, hier zijn onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan? Nee, die heb ik niet. Niet? Oké. Dan sluit ik hiermee dit verhoor.